goedemiddag. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. En welkom bij weer een nieuwe Nail Talk Live. Het wordt een hele leuke vandaag. Ja, ik vind ze eigenlijk altijd helemaal geweldig. Maar vandaag is het weer Nail Art en wel met Mirjam Zwart. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Ik denk Wendy achter de knoppen ook. Maar voordat we gaan beginnen, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Nou, zoals ik het natuurlijk net al aangaf, vandaag is Mirjam hier zo. Ze heeft hele leuke nail art voor ons gemaakt. En ik heb natuurlijk alvast eventjes gekeken wat ze ons dan allemaal gaat laten zien. En ik moet zeggen, ik heb ook wel zin om eraan te gaan beginnen. Dus laten we gaan beginnen. Mirjam, ben jij er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor en ik hoop jullie ook. We gaan vandaag aan de Plastigel Designs, de 3D Designs. En ik heb er zin in. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Gaan we starten met de eerste. Ik heb hem alvast even klaargelegd. Dit gaat hem worden als eerst. Dus ik pak er even een nieuwe kolorpop bij. Die heb ik alvast gebufft. En dan ga ik daar een gel polish kleur op aanbrengen. Een nieuw tint. Ik kies ervoor om seduction kleur te gebruiken. Delicate Orchidee. En Mirjam, ga je ook vandaag in levels werken, zoals we dat bijvoorbeeld bij Sylvana hebben gezien, dat je zegt van nou, dit is level 1 en het wordt gaande de show wordt het moeilijker? Ik denk dat deze designs allemaal wel onder level 1 kunnen. Misschien dat de een wel iets lastiger is als de ander, maar ik hou het wel bij de flat designs, dus het worden wat plattere designs. Oké, leuk. Oké, deze is wat transparanter, dus ik ga er 3 laagjes op lakken, per laagje 30 seconden in de lamp. Je mag ietsje naar het midden. Ik zie daar een heel mooi kruisje staan, Mirjam. Die ja, heb jij daar al geplant. Naast. En zo zien jullie ook weer. Dat kruisje, dat heeft helemaal totaal geen nut. Want als je eenmaal in het moment bent, dan vergeet je zelfs dat kruisje. Maar dat komt helemaal goed. Mirjam, ik hou je wel in de gaten of jij in het midden zit, hoor. Ja, stuur mij maar aan. Ja. Oké, het eerste laagje zit erop. Dus ik ga door met de tweede. Ik ga wat sneller, want we werken nu toch op een kolorpop. Kijk, dit is beter. Ja, gelijk iets meer dekking, hè? Top. Mooie ondergrondkleur. Ja, ik vind dit ook wel een hele mooie naturel tint. Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om de Nail Plate Extender te gebruiken. 103-225. De Nude, die is iets dekkender, is ook een hele mooie om als ondergrond te gebruiken. Of een kleurtje. Ik bedoel, als je gewoon geen nude wil, maar een kleur kan dat natuurlijk ook. Oké, deze ga ik wel 3 keer doen, ook omdat ik op een witte kolorpop werk en ik wil hem wel wat dekkender hebben. Dus ik doe hem 3 dunne laagjes en dan ga ik in de plaklaag nog wat chameleon flakes plakken. Ah, dat is altijd leuk. Oké, laatste laagje. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou, ik heb een mooie set kunstnagels gemaakt en die bouw ik alvast in een kleur als deze. En dan lak je hem gewoon af met een topgel aan het ja, einde. Precies. Dan kies je er gewoon voor met het product naar keuze inderdaad om hem alvast dekkend te maken. Ja. Oké. Laatste laagje gaat in de lamp. En dan de Chameleon Flakes. Die hebben we ook in 5 verschillende kleurtjes, dus daar kun je ook nog mee spelen afhankelijk van welke tint je wil gaan maken. Ik heb nu de Pinky Green, geloof ik. Prachtig. 8,55 op het einde. En die ga ik erin plakken. Die plak ik in de plaklaag van mijn kleur. Bedenk je dan van tevoren waar ongeveer je bloemetjes gaan komen. Ik kies er nu voor om de bloemetjes in het midden te zetten en dan aan één kant de chameleon flakes te plakken. Die druk ik goed in de plaklaag. Hij is zo ook al leuk. Ja, ik ben wel echt gek ook op deze flakes. Ja, mooi. Heel eventjes terug in de lamp, 10 seconden, zodat ik zeker weet dat hij goed vast zit. En dan ga ik de matte topgel, extreem matte topgel eroverheen lakken.
En dan gebruik ik wel mijn topgel die ik gebruik voor mijn glitters. Zodat komen de chameleon flakes nog een beetje af. Komen die in mijn topgel, is dat niet erg. Want ik heb een aparte voor met glitters en een aparte voor zonder glitters. Ja, dat is heel handig. Hey, en Mirjam, werk jij met dit soort designs vooral juist op de matte ondergrond? Of zeg jij van, nou glanzend, dat kan ook prima? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat tegenwoordig werk ik weer veel meer mat. Het is een beetje per periode verschillend. Ik vind mat nu gewoon echt superleuk. Maar het kan zowel op mat als op glanzend. Dus dat kan allebei. Ja, dus het is niet zo dat het op het ene structuur. Het is niet dat het per se moet. Nee. Okay. Ja, en met het matte eindresultaat ga je dadelijk natuurlijk heel veel diepte zien, hè? Ja, dat is wel echt heel gaaf. Ja. Zo zou die worden als hij glimmend is. Maar goed, doen we hem natuurlijk in de lamp, dan is hij zo meteen mat. En dan ga ik alvast mijn plastigel voorbereiden. Dat kun je doen op een paper pallet, je kunt het doen op een steen. Het is wat je zelf eigenlijk het fijnste vindt. Je kunt het ook van tevoren alvast voorbereiden en in een box bewaren. Ik heb ook al een aantal... Ik ga kijken of ik dat op Topshot een beetje kan laten zien. Ja, handig. Aantal stukjes. Ik meng ook wel veel kleurtjes met elkaar. Ja. Ja, Wendy zoomt even uit, zodat we wat beter kunnen zien inderdaad. Maar ja, handig. En die kan ik dan bewaren. Is ook weer een onderdeel van de prijs, hè Mirjam? Jazeker. Heel tof. Oké, ik zal nu eventjes een kleurtje mengen. Om te laten zien wat handig is als we een kleurtje gaan mengen. Ik blijf in het roze. Ja, want de plastigel heb je in twee verschillende soorten structuren, hè Mirjam? Klopt. Ik heb nu de roze, dat is al de nieuwe structuur. Die is van zichzelf al wat zachter. En de witte die ik eraan toe ga voegen, die is nog in de oude structuur. Dus doordat ik deze, en is een beetje lastig te zien misschien. Ja, hè? Zo zie je het. Ja. Wat korreliger. Ja, precies. Maar die kunnen we wel wat meer mengen met bijvoorbeeld je base en top of de mat top. Of weer met elkaar. Ik wil de roze iets lichter, dus ik ga er een beetje wit aan toevoegen. En een beetje matte topje, want ik wil niet dat mijn bloemetjes te veel gaan glimmen. Ja. Dan pak ik met mijn spatula een beetje op. Ik denk dat ik het toch op de steen ga doen, dan kunnen jullie het beter zien. Ja, het is iets overbelicht. Dat is beter inderdaad. Ja. Oké, daar doe ik een beetje roze. Nou, je ziet dat de witte is echt een beetje stugger. Ja. Echt brokjes. En door het te pletten en om te scheppen, als het ware, om te spatelen, meng je het samen. Nou, vind ik hem nu nog steeds niet soepel genoeg. Dus ik kies ervoor om nog een beetje extra mat top eraan toe te voegen. En mat, zodat ook mijn blaadjes matter worden. Dus dat ze niet te veel gaan glimmen. Je kunt dit ook doen met je base en top. Dan zul je misschien merken dat de blaadjes wat meer glimmen. Ook een leuk effect. Ja, het is wel belangrijk dat je dan echt de juiste structuur krijgt, hè Mirjam? Want als je er te veel top doorheen doet, dan zal je een plakkerige substantie krijgen. Dat is juist wat je niet wil hebben, toch? Nee, dan wordt het weer lastiger juist om je blaadjes ook te maken. Dus des te handiger om je mengsels te bewaren, want die zijn gewoon sowieso goed. Zeker. En je krijgt dan ook echt wel de leukste kleurencombinaties. Ja. Oké. Nou. Voor nu maak ik niet te veel. Op het moment dat ik de kleur echt leuk vind, dan kies ik ervoor om echt wel wat meer te maken. En dan te bewaren in mijn box. Potjes even dicht. Nou, de ondergrond was klaar. En van de plastigel maak ik dan hele kleine bolletjes. Ja, de chameleon flakes zijn echt gaaf. Mirjam, weet jij nog wat voor kleur het was? Jij wist dat uit je hoofd, toch? De 855 uit mijn hoofd. 855. Pinky green, geloof ik. Oké, dankjewel. Ik pak eventjes de plastigel tool erbij. En ik gebruik prep en wipe vloeistof. Om er zo meteen voor te zorgen dat mijn penseeltje niet blijft plakken. Even kijken, en een ultra designer brush. Zo, dan heb ik alles bij elkaar. Oké, de plastigel tool heeft twee verschillende kanten. Een schuine kant, een wat scherpere kant en een puntje. En het is een soort van siliconen om ervoor te zorgen dat je gel zo meteen er ook niet aan blijft hangen.
Je kunt er dan voor kiezen om met je spatula of met je plastigel tool kleine bolletjes te maken. Eventueel op je handschoen te rollen. En een schone handschoen is mijn ervaring. Schone handschoen is wel handig. Anders gaan alle glittertjes en stofjes en haartjes erin mee. Hè? Dat is echt. Dat is niet heel handig. Oké. Nou, neerzetten ziet er heel makkelijk uit als Mirjam het doet. Maar laat ik jullie thuis alvast waarschuwen. Dat neerleggen van zo'n bolletje, dat is ook even oefenen. Ja, en je voelt ook wel meteen dat je de juiste mengverhouding hebt gemaakt. Ja. Ik moet zeggen dat met zo'n plastigel tool is dat wel wat makkelijker. Ja. En gelijk drie bolletjes tegelijk? Ja, ik leg wel de bolletjes tegelijk neer. En als mensen zoiets hebben, ik wil dat liever bolletje voor bolletje doen, dat is dan een optie? Tuurlijk, ik zou gewoon beginnen met een bolletje voor bolletje. Ik ga ze nu niet op elkaar bouwen. Nee. Deze komen gewoon naast elkaar. Nou heb ik hem natuurlijk al vaker gedaan, dus ik weet ongeveer waar zometeen ook mijn steen gaat komen. Ja. Stel je vindt het makkelijker, dan kun je ook eerst even je steen plaatsen en er dan omheen werken. Ja, dat is ook een idee. Dan heb je alvast een beetje een beter beeld. Oké, voordat ik ga beginnen, doe ik nog even een beetje van de extreme mat ook op mijn palet. Oké, het penseel wat ik nu ga gebruiken is de Ultra Designer. Klein kattentongachtig penseeltje. Wat erg fijn is voor deze designs. Het is lekker stevig, hè? Kort haartje. Ja. Puntje. Ik maak hem schoon in de prep. Eventueel een beetje in de topgel. In dit geval gebruik ik dan ook weer die mat. Ook om ervoor te zorgen dat je haren niet helemaal uit elkaar gaan staan. Dan met het schuine gedeelte druk ik het blaadje plat. Ja. En geef je dan druk naar beneden op het bolletje? Of is er een bepaalde plaats waar je net wat meer druk geeft? Ja, ik druk iets meer in het midden. Ja. Kijk hoe jullie dat goed kunnen zien. Misschien over de shoulder, Wendy. Als je daar... daar staat het palet. Misschien kun je het paletje ietsje naar de zijkant doen meer. Ja, dankjewel. Ja, zo is het super. Ja, dus je laat weer, ook net als met de 3D van acryl, van Pepijn, 3D acryl, laat je echt het uiteinde een klein beetje opstaan. Precies, dus ik geef druk in het midden van het blaadje. Ja, ik zie en niet te veel aan de achterkant, dat hij daar omhoog blijft. En met de scherpe kant van je penseeltje doe je dat? Ja, dus ik hou hem schuin. Ja, oké. Ja, duidelijk. Zo kan ik het goed zien. Super. Gaat snel ook eigenlijk, hè? Ja, zo gaat het wel snel. Ja. Ook omdat ik natuurlijk de blaadjes allemaal al neergelegd heb. Voordat je hem dan uithoudt, let er wel op dat alle blaadjes nog steeds naar wens liggen. Mm-hmm. Maar goed, het zijn hele kleine bolletjes, dus op zich blijven deze wel lekker liggen. En ze mogen best een beetje wijken. De een mag best iets groter dan de ander. Ja, dat is juist meer echt, hè? Ja. Mirjam, ik heb een vraagje van Sipke. En zij vraagt, als je nou geen plastigel hebt, mag je dit dan ook met acryl maken? Ja, zeker. Okay. Leuk, ook met acryl. Ik heb zometeen nog een design, die heb ik zowel in acryl en die gaan we dan vandaag doen in plastigel. Dus andersom, maar acryl kan ook, zeker leuk. Ja, dat is wel leuk, want dan kunnen er ook wat meer mensen doen. Ik heb namelijk wat opmerkingen van mensen die geen plastigel in huis hebben. Nou, het mag dus ook met acryl, dus ik zou zeker meedoen als je ook acryl hebt. En dan goed naar de technieken van Mirjam kijken. Want over het algemeen is dat wel hetzelfde wat je ook met acryl kunt doen. Met acryl zou ik alleen dan wel de Ikebana penseel adviseren. Ja, of de Ultra Designer mag. Maar ik zou die twee wel apart houden. Dus de een voor acryl en de ander voor gel. Doe jij dat ook zo altijd, Mirjam, apart ja, houden? Ja, zeker. Ik heb voor mijn plastigel wel echt dan een ander penseel. Ja. En ja, als je kleine blaadjes maakt zoals nu, dan is dit penseel fijn ook voor je acryl. Maar inderdaad, hou hem dan apart. Maar acryl, mijn voorkeur, gaat dan ook wel uit naar het Ikebana penseel. Oké, de volgende bolletjes. Ik heb hem even 10 seconden in de lamp gedaan, dat dit vast zit. En dan leg ik de volgende 3 neer. Ik heb nog een vraag hier tussendoor eventjes, Mirjam, als jij dat goed vindt. Van Natasja Reinders. En dat gaat over die box die jij gebruikt om je kleurenmengseltjes in te bewaren. Zij vraagt of er een verschil is tussen de paletbox die Mirjam gebruikt en de paint paletbox. Behalve de uitneembare potjes. De dat is deze, toch?
Ja, volgens mij is dat deze. Ik kijk Wendy even aan om te zien of dat klopt. We hebben een box waar de verfjes in moeten, maar die ziet er wel echt wel anders uit. Ja, ik denk inderdaad dat dat hetzelfde is, inderdaad. Paint Palette Box, dat is volgens mij degene die ik nu gebruik. Ik heb hier een vraag en ik zit tussendoor natuurlijk de comments te lezen, Mirjam. Ja. Dus af en toe zie ik even niet wat je doet. Nee, maar Petra vraagt, waardoor blijft het dan nu plakken? Ah, op het oppervlakte. Ja, hij blijft al plakken aan de ondergrond, zeg maar. Natuurlijk is mijn plastic al een beetje plakkerig. Stel dat hij nou niet plakt, je wil je bolletje neerleggen, maar hij blijft aan je tool zitten. En dan kun je ook eventjes een klein beetje van je topgel base en top of extreem mat, zoals ik nu op mijn palet heb liggen, leg je daar een heel klein bolletje van neer en dan druk je hem daarin. En dan blijft hij ook plakken. Het hangt een beetje van je substantie af die je gemaakt hebt. Ja. Duidelijk, hè? Je blendt in principe het acrylaat op het andere acrylaat, de ondergrond. En zo wordt het één. Ja, en dat zit zo wel ook echt als een huis. Ik doe hem heel eventjes in de lamp, zodat ik zeker weet dat er ook weer met deze niks kan gebeuren. En dan gaan we door met de andere kant. Nou, inmiddels hebben we het mysterie opgelost over de Paint Palette Box. Oh, goed zo. Ik heb hier inderdaad een mooie afbeelding doorgestuurd gekregen. En de Paint Palette Box is zwart. Ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, die kuipjes zijn ook zwart. Ik denk eerlijk gezegd dat ook echt het enige verschil is. Het voordeel is als je een wit bakje hebt, dat je wel veel duidelijker ziet wat voor kleur je nou uiteindelijk hebt. Op een witte ondergrond iets gemengd neerleggen, ja, dat schept altijd wel veel meer duidelijkheid. Dus ja, dat is wat mij betreft het enige verschil. Ik wist niet dat die er nog waren. Oh, er was nog iets, hoorde ik. Oké, nee, dat was het. En Mirjam wist niet of ze er nog waren. Nou, kun je nagaan? Ik dacht niet dat die zwarte er nog waren, inderdaad. Dus maar hij is gewoon veranderd. Op een gegeven moment heb ik gevraagd om de witte bakjes, omdat je dan inderdaad je kleur kan zien. Ja, helemaal mee eens, Mirjam. Ja, ik geef je groot gelijk. Daarvoor werk ik ook altijd het lekkerste op een paper pallet, zodat ik goed kan zien wat ik doe. Alleen ja, die steen die wij hier hebben staan, ja, die ziet er natuurlijk wel veel toffer uit. Dat is gewoon zo. Ja, dat staat wel leuk. Op wit. Oké, ik heb ondertussen de volgende alweer neergelegd. En ook deze ga ik weer in model duwen. In het midden, aan de binnenkant geef ik wat meer druk. Dus daar wordt hij dan wat platter. En dan aan de achterkant gaat hij weer wat meer omhoog staan. Ja, maar daardoor wel op deze manier ook echt heel draagbaar, hè Mirjam? Zo op deze manier. Zeker, ook omdat het kleine platte stukjes zijn. Ja. Als ik bezig ben en ik merk dat mijn penseel een beetje uit elkaar gaat, dan pak ik een beetje met mijn penseel de matte top op. Ik doe even mijn penseel over mijn nail wipeje en dan ga ik weer terug. Ja, want anders heb je te veel gel aan je penseeltje zitten, denk ik. Ja. En dan plakken mijn blaadjes aan mijn penseel en dat is niet de bedoeling. Ja, ik vind toch dat je dit heel snel zo even hebt neergelegd, als ik eerlijk moet zijn. Het gaat best heel snel. Ook met plastic gel. Nou komt het natuurlijk ook, ik heb al een paar keer het design gemaakt, dus ik weet ook ongeveer waar ik de blaadjes hebben wil. Ja. Maar het gaat echt best wel snel met plastic gel. Oké, nou, de basis is eigenlijk gelegd. Dan ga ik als eerste de liner white. Liner white ga ik erbij pakken. Daarmee ga ik er nog wat sierlijke lijntjes. En ik ga ook de buitenrandjes van de bloemblaadjes nog een beetje schilderen. Om ze highlights te geven. Precies. Ja, dan krijg je nog meer een beetje dat effect dat het opstaat natuurlijk. Hè? Ja. Spannend. Ik heb hier een hele leuke vraag, Mirjam, die geldt ook voor jou. Dus daar komt die. Stephanie Auberg, die vraagt, hebben jullie als docenten eigenlijk ook allemaal nog een salon ernaast? Nou, laat ik maar beginnen. Ik heb wel een salon ernaast, maar daar zitten andere meiden te werken. Die huren bij mij een tafel. Dus ik doe wel klanten, maar die doe ik dan om mooie dingen op te maken. En wat ik vind, dat je alleen maar docent kan zijn als je zelf ook echt aan het werk blijft. Dus zo ontdek je weer nieuwe dingen en blijf je up-to-date. Dus dat is mijn antwoord. Ik ben benieuwd wat jouw antwoord is, Mirjam. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. Eventjes de gel polish, white is white en liner white ga ik mengen. Ik heb er inderdaad ook nog een salon naast. Wel nog met een klein vast klantenbestand, maar ook een collega naast mij die steeds meer klanten doorgeschoven krijgt. Top. Ja. Zo werkt het. Omdat het gewoon, lesgeven is ook ontzettend leuk. Ja. En dat vergt veel tijd. En wij moeten natuurlijk up-to-date blijven.
Dus dat vergt veel tijd, maar superleuk om te doen. Ja, en hè? Mijn klanten, ik mag er alles op doen. Dus ja, superleuk. Die klanten hou je dan over, hè? Waar je gewoon alles mee kan doen. Waar je alles op mag zetten. En datzelfde geldt voor Wendy, zo ongeveer in deze context. Ze knikt naar me, dus dat klopt. Oké, ik heb ondertussen een beetje Whitest White Gel Polish op mijn palet gedaan. En ik pak me een Rhinestone Nail Art Brush, heel dun Nail Art penseel. Even opzij. Ja. Pak ik een beetje van de Liner White en dan ga ik er doorheen. Dan laat ik gelijk mijn penseel. Dan heb ik de optimale dekking van de Liner White. Maar dan wordt die iets soepeler door de Whitest White Gel Polish. Ja. Wat is nou de totale uitharding van Plastigel, Mirjam? Volgens mij 1,5 minuut. Ja. Dat dacht ik ook wel. Ja. Hij is heel snel hard, al komt hij maar in de buurt van je lamp. Ja, dus het gaat heel snel. Ja. Ja, en de Liner White mag uiteindelijk ook 1,5 minuut. Ja, dus doordat je het iedere keer weer terug in de lamp doet, hardt het allemaal samen uit. Ik zet een lijntje bovenaan het blad. En dan trek ik hem een klein beetje in streepjes naar beneden. Ja, leuk. Krijg je nerfjes. Ja. Ja, en je hebt meteen meer diepte, hè? Zie je dat nu ook? Ziet er heel mooi uit. Ik denk dat het ook wel echt een voordeel is dat de liner gel ook niet echt glanst, hè? Nee, niet echt. Nou heb ik hem natuurlijk gemixt met de Whitest White gel polish, dus mocht het zo zijn. Je kunt natuurlijk ook de sweeties gebruiken. Heb je die staan, dan kan dat natuurlijk ook. En stel je hebt nog een beetje plaklaag over, dan haal je die er heel voorzichtig af. Maar je gebruikt zo minimaal dat dat eigenlijk niet het geval is. Oh, jij kent Fabienne wel, denk ik. Fabienne. Zij zegt, Mirjam is echt een topdocent. Ik heb deze training in het begin bij haar gevolgd. En ze doet het zo leuk. Nou, die kun je ook gelijk in je zak steken vandaag. Superlief, dankjewel. Ja, leuk. Altijd leuk. Ja, een hoop bekenden altijd die kijken. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Ja, en dit is ook wat we nu nog voor jullie allemaal kunnen doen. Ja. Superleuk dat jullie ook allemaal dan zo actief daarin mee zijn. Zeker waar. Daar doen we het voor. Oké, voor dunne lijntjes hou ik mijn penseel wel zoveel mogelijk rechtop. Hoe platter je hem legt, hoe harder je duwt, hoe dikker de lijnen worden. En ik wil ze echt wel heel dun. Ja. Maar goed, met dit penseel is dat wel goed te doen. Ja, het is meer een beetje zweven, hè, over de randjes, dan dat je daadwerkelijk echt hem inschildert. Schildert, inderdaad, ja. Gewoon dat hij hem net aanraakt, hè? Ja. That's it. Ja, tof. Ik ben benieuwd dadelijk met die steen erin. Ja, dat maakt hem wel echt af. Dan is hij ineens af, hè? Ja. Ja, dus mocht je dat nou makkelijker vinden, kun je dat ook eerst neerleggen. Ja. Oké, ik heb de Liner White en de White is White nu toch nog. Dus ik ga gelijk de andere lijnen erop zetten. Dat kun je gewoon een beetje speels doen. Net wat je leuk vindt. Net waar er nog iets past. Kun je een soort van kettingjes maken. Ja, eigenlijk je designtje even afmaken. Dat hij niet zo los ligt. Ja, dat er nog iets vrolijks bij zit. Nou, heb je dit penseel niet, dan kun je natuurlijk ook altijd nog Pepijn's Choice penseel pakken of Jessica's Choice penseel. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Nee, dat zijn ook hele fijne penselen om dit mee te doen. Ja, hè? Cinderella zegt, nu al prachtig, sta in de kou bij mijn zoontje zijn school te kijken. Ik zie het helemaal voor me op het schoolplein. Ja. Niks sjaal om. Ja, ik zou dat ook doen, denk ik. Oké, nog een pingelpangeltje, zoals Jessica ze noemt. Pingelpangeltjes, inderdaad. Ik zeg expres niks, ga kijken hoe jij ze gaat noemen. Ja, leuk, dat doet het altijd goed, hè? Ja, die vind ik altijd wel passen bij zo'n design. Het is leuk, makkelijk te creëren. Nou, Stephanie zegt, het ziet er zo... Oh, hij springt weg. Het ziet er zo super simpel uit, gewoon hop, hop, hop. Ik denk dat ik ermee zou gaan gooien. Oh.
Nou, plastic gel is wel heel erg leuk ook voor beginners. Hè, zeker, want als het nou niet lukt en hij is niet naar je zin, zolang je hem niet in de lamp doet, gebeurt er eigenlijk niks mee. Ja. Dus dan kun je het weer terug op het hoopje neerleggen en dan begin je gewoon weer overnieuw. En dat is het voordeel van plastic gel. Acryl hard natuurlijk ondertussen uit. Ja. Ja, ik vind dat met plastic gel ideaal. Hey, en met die, nu is het bloemetje misschien nog niet overal 100% uitgehard, maar je bent wel met je lijnergel natuurlijk op die randjes van die blaadjes aan het schilderen geweest. Stel je voor dat dat nou ergens mislukt en het bloemetje is nog niet helemaal uitgehard. Kun je het dan wel met een correctiestift weghalen? Ja hoor. Femke? Ja. Dat kan, hè? Ja, ja, ze zijn hard genoeg om weg te kunnen halen. Oké, deze ga ik weer eventjes in de lamp doen. Even mijn potjes dicht en dan pak ik de steentjes erbij. Voor dit design vind ik het wel leuk om er wat pareltjes bij te doen. Je kunt natuurlijk ook strassteentjes doen, net wat je leuk vindt. Ik ga verschillende dingen ook vandaag laten zien. Nou, Sheila zegt plastihel in plaats van plastidio. Ja, ik moet zo lachen om Sheila. Die is niet goed. Nee hoor, hartstikke leuk dat je kijkt. En ik geniet altijd van al je opmerkingen. En zij zegt plastihel, plakkerige ellende, dat wordt weer wat. Weet je wat het nou is met plastidio? Doordat je er oneindig in kan blijven drukken, ga je dat ook doen. Maar ik denk dat je met plastic gel ook moet kijken van oké, ik raak hem aan en dan laat ik hem even los. Dan ga ik kijken wat er gebeurt voordat je hem weer aanraakt. In plaats van op te gaan deppen, want daar gaat het meestal fout. Net als met power gel. Dus ik zou zeggen, veer meer een beetje op het product dan dat je erin duwt. Ik denk dat dat wel een tip is voor ja, jou. Niet te hard drukken inderdaad. Ja, ja, Wendy zit natuurlijk weer mee te kletsen, Mirjam, want we zijn niet met z'n tweeën natuurlijk, zoals je weet. Die zegt, ik ben ook weer benieuwd wat Sheila nu weer gaat maken, want met plastic gel is echt de sky the limit, hè. Daar kun je alles mee creëren. Just saying. Ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, hè. Oké, dus deentjes. Pareltjes gaan we doen. En die ga ik leggen in de gemstone gel en ik ga er wat bouillons bij leggen. Okay. Dus ik heb mijn detailen 3, daarmee pak ik de gemstone gel op en die leg ik daar waar ik de parels en de bouillons wil hebben. Zorg ervoor dat je stenen altijd goed ingekapseld zitten, zeker omdat we dit design verder niet meer gaan aflakken. Ja. Dus dan weten we zeker als we genoeg gemstone gel gebruiken dat ze ook blijven zitten. Nu ik jou zo zie werken met die gemstone gel in het midden van die can, zou je ook met gemstone gel een binnenkant kunnen maken. Zeker. Dus zelf ontwerpen, hè? Dat ja, zeker. Glitter eronder en opbouwen. Nu ik jou dat zo zie doen, denk ik, oh ja, hij ziet er al leuker uit. Ah, oh, kijk dan. Nou, dit maakt het toch helemaal af. Dan wordt het meteen ja. Een bloem. Ja, mooi die pareltjes. Prachtig. Ik pak de grote voor in het midden en de kleintjes voor aan de zijkant. Oké, dan ga ik gelijk ook de bouillons erin leggen, want de gemstone gel is nu toch nog nat. Zo kunnen we die er ook mooi indrukken. Ja. Ah, we hebben een kijker uit Ierland, Mirjam. Oh, leuk. Lenka. En ik ga me niet wagen aan haar achternaam. Ja, dat kan wel eens heel lastig zijn. Oké, ik kies er nu voor om de zilveren te doen. Je kunt ook, wat ik bij roze ook leuk vind, dat zijn de rosé bouillons. Ja, heel mooi. En die flakes op de ondergrond, zo mat, prachtig. Ja, dat geeft net even een extra effect. Ja, het is echt een bruidsnagel, wauw. Ja, ja. Heel mooi. Ik zou hem ook gewoon zo dragen trouwens. Ja, ik ben ook altijd wel gek van dit soort designs. Elke dag proef ik mijn bruidje. Nou, er zijn wat mensen die gelijk zoiets hebben van, oeh, die parels moeten op mijn boodschappenlijstje, dus ik ken dat wel. Ja, die zijn gaaf. Die zijn ja. Er zowel, ik heb nu met een glansje gebruikt, volgens mij zijn dat de AB, als ik het goed zeg. Ja, klopt inderdaad. En we hebben dan ook nog gewoon met wit. Dus die zijn ook leuk om hiervoor te gebruiken. Sorry, ik schrik een beetje van een comment die Wendy heeft geplaatst. Ja, Wendy verwacht dat ik straks ga zingen voor een jarige Job. Oh, ja, ik. Maar ik denk dat ik Wendy even van de knoppen vandaan hou en dat zij dan dat trucje voor mij mag doen. Ja, precies. Mensen, dat willen jullie niet horen, hoor.
Ja, Sheila Salm is vandaag jarig, Mirjam. Dat zag ik vanmorgen inderdaad. Gefeliciteerd. Die zag ik voorbij komen op Facebook. Leuk. Oké, alles ligt naar wens. Eigenlijk ga ik er straks niks meer bij doen. Dus als ik hem nu 1,5 minuut in de lamp doe, dan weet ik zeker dat alles is uitgehard. Ja, mooi. Dus daar gaat hij. Hield je hem nou op zijn kop, Mirjam? Nee. Oh, dat leek gewoon zo. Ja, nee. Oké, mijn potje is ondertussen weer even dicht voordat mijn steentjes ergens belanden waar het niet de bedoeling is. Ja. Ja, ik laat dat altijd openstaan en daar gebeuren de meest afschuwelijke ongelukken door. Ja. Die dan ineens van tafel, dan ligt alles ernaast. Ja, echt super zonde. Nou, in de tussentijd feliciteert iedereen Sheila, dus dat is hartstikke leuk. Ja, ik hou het gewoon op gefeliciteerd. Ja. Ik hoor net dat op TikTok dat het echt helemaal een hit is en helemaal trendy is als je vals gaat zingen. Ik denk dat daarvoor het cameraatje iets dicht bij mijn mond staat, dus ik ga jullie dat niet aandoen vandaag. Ik zal dadelijk met Wendy een leuk TikTok-filmpje maken, speciaal voor Sheila, om haar te feliciteren. Dat is leuk, ja, dat is leuk hoor ik. Dat is een goed idee. Die gaat helemaal goed komen. Oh, Mirjam, ik ben zo benieuwd naar je eindresultaat. Is het al klaar? Nee, bijna. Ah, jammer. Nou ja, hij hoeft natuurlijk nu niet de volledige tijd, dus nee, ik ga hem eruit halen. Ik ben heel nieuwsgierig, vind ik even leuk om. En dan is die klaar, dit is hem geworden. Ja, prachtig, heel erg mooi. Wat zou je hierbij combineren? Gewoon de ondergrondkleuren, hè? Ja, zou ik wel doen inderdaad. Zacht. Misschien eentje nog met ook de chameleon flakes. Bijvoorbeeld stel je doet hem op de ringvinger, dat je die nog een beetje terug laat komen te pink. En dan gewoon voor de rest een nude set. Ja. Heel erg mooi. En als je dit nou in de salon doet, Mirjam, wat zou je hier nou voor vragen? Ik bedoel, want het is toch wel 3D wat je nu hebt gemaakt. Ja, het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe lang je ermee bezig bent. Het voordeel is dat mijn tempo zit er een beetje in. Echt omdat ik dit design al vaker heb gedaan. Ja, ik denk dat je moet denken aan om en bij de... Ja, ik zou tussen de 5 en de 10 euro gaan zitten voor dan 2 nagels. Dus bijvoorbeeld 2 ringvingers. Hè? Ja, zou ik toch wel voor 2 zou ik toch wel richting de 10 euro gaan. Ja. Ja, ik ben het met je eens hoor. Ja, wat ik altijd adviseer als mensen dat vragen is zeg, kijk hoe lang je ermee bezig bent. Ik denk dat wel heel belangrijk is. Maar ja, in dit geval heb je wel echt een 3D-nagel gemaakt. En ik vind dat die nog net eventjes wat meer waardering verdient in de vorm van salaris voor jou. Dus ik zou dat zeker ook wel berekenen. Ja, maar het is ook uniek, hè? Je kunt het niet... Niet iedereen doet dat. Nee, precies. Dus kan dat? Ja, dat is wel uniek. Uniek design. Ja, zeker weten. Ik ben het helemaal met je eens, inderdaad. En het is ook leuk als je inderdaad, zoals jij dat hebt, daar op, dat laat jij natuurlijk straks nog zien. Maar zoals je dat op al die tipjes hebt, dat je daar gelijk de prijsjes op plakt, ook weer, hoef je ook niet in discussie. Ja, goed kun idee. Kun je het misschien meteen zien. Per 2 nagels zou ik het erop zetten. Zou je dat ook zo doen? Ja, zeker. Dat is handig, hè? En het is meteen duidelijk ook voor je klanten dat ze weten wat ze kunnen verwachten, wat er dus betaald mag worden voor zo'n design. En dan hoef je het ook niet eng te vinden om te vragen, want ze hebben het al gelezen. Ja. Ik ben ondertussen bezig met de volgende kolenpop. Mooie kleur. De Negligé Nude. Dat is mijn favorietste. Ja, prachtig. Deze ga ik in 2 laagjes dekkend lakken. Dus ik doe de eerste erop. Deze mag 30 seconden in de lamp. En dan de volgende. Mirjam, mag ik jou, terwijl dat aan het uitharden is, eventjes nog een keer plagen? Of jij je tip nog heel eventjes onder topshot wil houden? Allereerst. Voor de foto. Voor de screenshot. En dan daarna misschien de over-the-shoulder camera om de zijkant te zien. Om te zien hoe dat dan een beetje omhoog staat, zeg maar. Nou, ik denk dat we weer met z'n allen kunnen roepen. Oh, zo mag ook. 3, 2, 1. Screenshot. Ja. Ja, kun je hem nog een klein beetje draaien? Is dat wat nog wat beter? Kijk, het staat minimaal omhoog. Ja, het is echt wel heel plat. Ja, heel mooi. Maar het is echt waanzinnig 3D-effect. Ja, dat jullie thuis niet denken van... ook ga dat eens even helemaal lekker in bolletjes erop leggen. Het is echt mooi plat draagbaar. Ja. Cool. Mooi. Dank je wel. Het voordeel daarvan ook is dat het gewoon echt wel goed blijft zitten. Ja, ja, hè? Kun je gewoon dragen. Ja. Niks meer aan de hand. Ja, mooi. Dank je wel. Ik denk dat het leuk is om straks als we klaar zijn... alles misschien maar weer even in totaal in beeld te doen. Ja. Oké, volgende. Einde, ja. 2e laagje gaat erop. Negligé Nude. Ja, Wendy zegt ook mooie kleur, zeker weten. Ben ik helemaal mee eens. Ja, dit is echt een van mijn favoriete kleuren. Ja, het is net wat rozer dan gewoon alleen maar nude. Ja. Martine vraagt of je dit ook kan doen met inlay. Ja, zeker wel. Zo'n mooi plat 3D design kun je zeker weten cappen. In de nagel. Dus ik zou dat zeker proberen. Wel uitkijken dat je niet te ver doorvelt. Toch? Zeker. Ja, leuk. Oké, 2e laagje. Ook weer 30 seconden.
Ja, inlay is ook mooi om 3D in te bouwen, absoluut. Ja, hè? Ja. Nou, mensen vinden je design hartstikke mooi. Lief. Mirjam. En even kijken. Ondergrond, dit wil je toch gewoon. Ja, iemand zijn Femke zegt, dit wil je toch gewoon. Ja, dat begrijp leuk. Ik. Oh, een vraag van Miertje hoor ik ook. Papap, mooi, zegt ze. Mooi. Uitroepteken zet trouwens. Ik heb nog wat oudere potjes met plastigel. Die zijn wat oud en korrelig. Wat kan ik daar doorheen mixen om het wat vloeibaarder te maken? Of is het niet goed meer? Nou, Mira... het verschilt een beetje ook wat voor plastigel je hebt. Magnetic heeft bijvoorbeeld twee verschillende lijnen. Eerst kwam de eerste lijn met echt kleur en toen de tweede lijn met pastels. En de eerste lijn is ook, als je daar een beetje uit probeert te halen, dan zijn dat ook brokjes. Dan denk je bij jezelf, wat moet ik hier in godsnaam mee? Altijd als je die exacte kleur wil hebben, mengen met een beetje topgel. Het liefst matte top, als je het eindresultaat echt mat wil houden. Dus altijd een beetje masseren, doorspatelen met een beetje topgel. En dan kun je het eigenlijk gewoon gaan gebruiken. Dus ik denk niet dat ze oud zijn hoor, die potjes. Ik denk dat ze gewoon nog niet gebruiksklaar zijn. Oké, dan ga ik voor mijn ondergrondje. Ik zal hem eventjes erbij pakken, dan kunnen jullie een idee krijgen van wat het gaat worden. Oh, prachtig. Nou ga je een beetje stapelen, zie ik. Ja, nu gaan we al ietsje stapelen. Voor de ondergrond ga ik nog een marble effect aanbrengen. En daarvoor ga ik nu wat kleurtjes met elkaar mengen. En dat doe ik helemaal niet zo super netjes. Ik zal die ook weer op mijn steen doen. Beetje vintage wordt het, hè? Ja. Prachtig. Oké, dan ga ik beginnen met de Whitest White Gel Polish. En ik doe dit meestal niet te netjes. Nee, als je het patroon van je steen bekijkt, is dat ook niet netjes. En dat is ook een soort marble-achtig. Precies. De Mojito. Let erop dat er geen kleur meer aan zit op het moment dat je hem terug in je flesje stopt. Even kijken. Chocolate Delight. Deze wordt al iets donkerder, dus daar ga ik niet te veel aan toevoegen. En ik vind het wel leuk om wat glittertjes te doen. De Isabella. Ja, leuk ook er doorheen. Even kijken, daarvoor gebruik ik mijn ombre penseel en een frush penseel om ze door elkaar heen te doen. Een lekker rommeltje, heerlijk. Ja. En om hem nou nog iets meer te laten vloeien, breng ik eerst even een laagje bezemtop aan. Niet te dik, want dan wordt het echt te dik ook met aanbrengen. Maar gewoon eigenlijk een dun laagje, zwemlaagje, waar je marble effect dan weer in kan zwemmen. Ja, een zwemlaagje. Zwemlaagje, ja. Ja, die gebruik ik ook voor mijn bouwen van mijn gel rubber base. Altijd handig om je volgende bouwlaag in te laten levelen. Oftewel te laten zwemmen. Oké, een dun laagje base en top. Dan pak ik hem op met mijn ombre penseel. Ik schep hem als het ware op. En dan laat ik hem van mijn penseel afzakken. Superleuk effect is dat altijd, hè? En we kunnen hem nog een beetje uitsmeren. Zo zorgen we er ook voor dat hij niet te dik wordt. En dat hij ook goed uithardt. Nou, wil je er ergens nog iets bij? Vind je hem nog te licht of te donker? Je kunt altijd nog een keer een beetje oppakken. En dan herhaal je dit nog een keer. Ja, tof. Of nog eventjes met je frush penseel. Ja, inderdaad. Ze kunnen nog wat fijnere lijntjes maken. Leuk. Ik vind dat zo ook al leuk. Heel leuk, tof. Ja, leuk wel. Ondergrond voor een design, maar inderdaad ook gewoon zo. Ja. Oké, dan gaat deze. Nu hou ik hem wel even op zijn kop. Eventjes 30 seconden in de lamp. Omdat het natuurlijk op een laagje base en top werken, kan het wel zo zijn dat die marble een beetje gaat zakken. Ja. Dus als je hem dan eventjes op zijn kop houdt, dan weten we zeker dat hij weer egaal is als die uit de lamp komt. Zo goed als egaal is, want topgel gaat hem uiteindelijk helemaal strak trekken. Ja. Mirjam, misschien kun jij in de tussentijd meedenken met mij, want ik weet van de eerste lijn plastigel. Hoeveel kleuren hadden wij daar nou van? 6? 10?
6 of 8, geen 10. Kunnen we ze opnoemen voor de kijkers thuis? Wit, wit, zwart, geel, zwart, groen. Ik heb ze hier allemaal. Paars. Ja, ik ga ze gewoon even gelijk in de comments zetten, want dat zijn namelijk de korrelige, gaan we opnoemen. Burgundy. Dus die komt hier nu in, burgundy inderdaad, en nude. Nude. Burgundy. Blue. Het waren vooral de wat donkere kleuren, behalve wit en geel. Ja, klopt. En inderdaad. De nude, die was natuurlijk ook iets lichter. Wit, geel, rood. Groen. Bruin. Of dat was zwart, hè? Zwart. Zwart, ja. Ja, bruin zit... Ja, ik zit met Wendy even in overleg. Ja. Bruin hadden we ook, inderdaad. Oh, toch? Dus bruin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zouden ze best eens allemaal kunnen zijn. Burgundy, nude, wit, geel, rood, groen, zwart, bruin. Volgens mij waren ze dat, Mirjam. Dan hebben we er 8. Volgens mij wel, ja. Ja. Dus ik zet het eventjes in de comments, mochten jullie dat willen weten. Dat zijn degenen die korrelig zijn. Aan de andere kant kun je ook denken, als het een pastel is, dan is die zachter. Dus ja. Zo kun je ook kijken. De wat meer primaire en donkere kleuren, die zijn korrelig en moet je altijd een beetje spatelen inderdaad. Je kunt ook een beetje gel polish doorheen gooien om de kleur wat te veranderen. En verder, ja, je kunt ze onderling mengen ook toch meer, doe jij dat wel eens? De eerste en de tweede? Ja, dat heb ik nu ook gedaan. Ja. Ik heb nu net de roze gebruikt en de witte. En de roze, dat is dan de pastelroze, die is wat zachter. En de witte, die heeft dat oudere substantie, maar dat is, ja, prima. Ja. Oké, ik ga hem mat aflakken. Ja, ik vind dat je er ook wel een lekkere substantie uiteindelijk van overhoudt als je hem met elkaar mengt. En dat zeg ik, je kunt er altijd een beetje extreem mat of base en top, wat je fijn vindt, er extra aan toevoegen. En zo kun je ze ook weer soepel maken. Oké, dan is mijn ondergrondje klaar. Voor de volgende heb ik een kleurtje. Die had ik al kant en klaar. Daar heb ik voor gebruikt de pastel pink. Even spieken of dat die ook... Ja, pastel pink en de geel. Dus dan is dat ook weer de gele van de oudere serie. Dat is deze. En het leuke is dat je blaadjes dan de ene kant wordt iets donkerder. De andere kant wordt iets lichter. Ze hebben een beetje een schaduw al. Ja, dat is leuk inderdaad. Oké, mijn ondergrondje is klaar. Raymond heeft ook even alle plastigels eventjes opgenoemd. Oh, wat handig. Maar mensen die Raymond opnoemt, dat is de man van Mirjam, dat zijn niet alle korrelige, hè? Dat zijn ze allemaal bij elkaar. Dat als zijn ik ze zo... allemaal, ja. Dat zijn ze allemaal, of niet? Ja, dat zijn ze allemaal. Dus niet alleen de korrelige zijn dat. Ze zijn echt heel leuk, je moet ze ook gewoon allemaal nemen. Oh, nee, ja, je kunt wel, ja precies. En misschien niet allemaal in één keer, maar als je gewoon iedere keer een paar en zo je assortiment uitbreidt. Ja, zeker weten. Superleuk. Oké, mijn ondergrondje is klaar, dus ik ga beginnen met de blaadjes. En ik ga de blaadjes nu stapelen. Dus ik ga beginnen met de grote. Zet die ook niet te dicht bij elkaar, dus die komen echt wel wat verder uit elkaar te staan. En dan daarbovenop de volgende laag. Ja, dus je houdt alvast een beetje rekening met de laag die je er straks nog overheen moet zetten. Precies, een beetje meer afstand houden we nu al. En platte werken ook, Mirjam, of niet? Mm, dat maakt niet uit. Nee, ze worden misschien ietsje platter nog als de net. Oké. Oké, ik pak hem weer met mijn tool op. En dan plat ik hem weer. En ja, het hoeft niet per se een bolletje te zijn. Uiteindelijk druk je er met je penseel toch ook weer een blaadje van. Als je er dan maar voor zorgt dat het erop ligt. Dat is de kunst al. Ja. Deze worden dus iets groter. Dus dan zijn ook de bolletjes, de hoeveelheden, ietsje groter. En voor de ondergrond leg ik ze eerst weer alle drie neer. Dat hoeft niet. Je kunt er ook eerst twee doen als je denkt, oh, ik heb toch nog een gaatje over. Daar leg ik nog een derde neer. Ja, en als die dan weer wat kleiner is, dan maakt dat ook niet uit, hè? Nee, ze hoeven zeker ook niet allemaal dezelfde grootte.
Mirjam, je hebt natuurlijk die mooie bakjes, hè, waar jij dat allemaal al vast in voormengt. Ja. Ik weet het wel ongeveer, maar wat zeg jij nou, hoe lang je dat kunt bewaren? Nou, zolang je het dicht en afgesloten hebt, kun je het volgens mij altijd bewaren. Ja. Ja, mijn idee. Wel handig om te weten inderdaad, het is niet, geen weggegooid product in ieder geval. Nee, zeker niet. Eigenlijk meng ik ook heel veel powergel op deze manier. En het is eigenlijk, hetzelfde idee. Ja. Oké, ik werk nu ook, ik wil het blaadje wat groter, dus ik werk ook met een wat platter penseel. En ik duw dan met de zijkant, dus ik draai hem. Met de zijkant duw ik hem dan een beetje uit elkaar. Ja. Ja, zo zorg je eigenlijk voor beweging in het blad, hè? Ja, dat steeds ze niet even te statisch worden. Ja, dat precies. Ze niet allemaal dezelfde grootte, dezelfde ronding, dezelfde kant. Ze zijn allemaal verschillend. Ja. En doordat ze ook verschillend zijn van kleur, nou ja. Ja, nog toffer. Wordt dat allemaal nog echter. Nou krijg ik ook nog vaak de vraag, maar nu draai je steeds je kollep op, hoe doe je dat dan bij je klant? Ook dat doe ik gewoon bij mijn klant. Ja. Ja, die klant kan dat ook, hè, mensen. Zeker. Niet vergeten. Gewoon meedraaien. En als je ondersteboven wil werken, dan is het altijd makkelijk. Als ik dan bijvoorbeeld bij een klant zit. Ik weet niet of Wendy mij kan pakken, ja. Als ik dan bijvoorbeeld als een klant zo zit en ik wil hem dan omdraaien, dan hoeft de klant alleen maar zo te doen. Dus dan draait ze haar hand om en dan kan je gewoon op zijn kop werken. Dat is echt heel makkelijk. Dus gewoon een beetje alle kanten uitduwen. Nou, dit is niet dezelfde tool als een rhinestone tool. Dat was een vraag van Stephanie. Dit is echt, ja, ik noem het ook gewoon een plastigel tool. Omdat ik hem alleen maar voor plastigel gebruik. Zo is die ook te vinden, onder de plastigel tool. Ja, hè? Ja. Nou, een vraag over het marble design. Die is natuurlijk uitgehard. En daarna is er een topgel overheen gezet. Een matte top, om dat in ieder geval te cappen. Klopt. Oké, dan gaat hij weer eventjes in de lamp. Een paar seconden, zodat deze weer uitgehard genoeg zijn. Let erop hoe dik je er bovenop gaat bouwen, dat hij wel eerst je eerste laag goed is uitgehard. Ja. Ik denk dat je aan 30 seconden dan genoeg hebt. Ja, ik zit allerlei capriolen uithalen naar Mirjam. Ik was zo benieuwd waarom je je zaklamp niet gebruikt. Ja. Ik ben hem eigenlijk vergeten. Ik ga zo meteen, voor de volgende laag ga ik hem gebruiken. Oké, ik ga eerst de volgende bolletjes erop leggen. Had ik ook hoor gisteren, dacht ik. Dat is echt nog even wennen. Dan gaat het tempo omhoog en dan kunnen we nog meer design zien, hè? Ja, ik ga hem zo erbij pakken. Oké, de volgende bolletjes leg ik ertussen. En een beetje halverwege erop. Ik begin even met 2. Even kijken hoor. Ik heb een vraagje van Gemma. Die vraagt, als je geen plastigel tool hebt, kun je dan ook met je 3D-penseel werken? Dat is een verschil, hè? 3D-penseel. Ik zou wel iets doen waar je een beetje iets meer druk op kunt uitoefenen. Dus pak hem dan bijvoorbeeld met het puntje van je spatula eraf. Omdat je best wel, ik zou niet met je penseel, met je haren er te hard in duwen. En dat is het fijne aan zo'n tool. Ja. Dat dus wel kan. Een beetje kracht, hè? Ja, en ja, dat is niet goed voor je penselen. Dus dat zou ik dan niet daarmee doen. En als je nou zeg maar een detailer 3 hebt, kun je dan ook al uit de voeten? Met een design zoals dit? Ja, dat kan ook. Ja. Alleen is die iets langer. Dus je kunt als je druk geeft, doordat die wat langer is, zul je met een korte penseel kun je meer druk geven. Ja. Dus, maar ik probeer het, want ik denk dat het met een detailer ook, dat je best een heel eind komt. Ja, ik heb ook nog een design met wat langere blaadjes. Ja. En dat zou zeker met een detailer 3 wel kunnen. Kijk, deze zijn echt wat langer. Ja, dan zie je echt die langere vorm in, hè? De afdruk van je penseel. Zo zou precies, je zien. Ja. Leuk, hè, dit. Oeh. Schattig, hè? Ja, heel erg leuk. Ik vind het echt heel mooi. Ja, dit design ook. Prachtig. Nog meer diepte. Oké, nou, voordat ik mijn volgende blaadje heb. We hebben een heel leuk lampje. Even flescure. En die kunnen we best tussendoor eventjes gebruiken. En voel nou eens, Mirjam. Is die nu al gewoon stevig op zijn plek? Ja. Ja, hè?
Zeker. Om in ieder geval door te werken aan het volgende blaadje. Ja. Ja, wat Mirjam ook net vertelde. Je kunt natuurlijk best wel veel verschillende penselen gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. Pepijn had natuurlijk in zijn design ook gewerkt met een Detailer 3 penseel. Dat is natuurlijk een echt harenpenseel, dus kun je gebruiken om acryl mee te verwerken. Het is wel zo dat het zijn vrij zachte haren, een Detailer 3. En ook het feit dat hij net iets langer is, dat zal je wel iets meer moeite kosten. Want plastic gel is natuurlijk heel stug en dat moeten we veel meer op zijn plek persen. Dus wie weet dat Mirjam straks wat laat zien met de kleine blaadjes. Of het lukt, even proberen. Maar ik ben het er nog niet helemaal mee eens hoor, met die Detailer 3. Ik weet het niet. Ik zou het echt moeten proberen. Ik ben echt reuze benieuwd. Maar ja, het feit dat het zo zacht is, het is dan wel een dingetje. Ik denk dat je met je kleine blaadjes, dat het dan wat lastiger wordt. Ja, hè? Ja. Maar goed, je kunt het proberen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Klopt. Iedereen heeft toch zijn eigen favoriete penselen, dus probeer het. En lukt het niet, dan is het nooit erg om er nog een penseel in je assortiment bij te hebben. Ja, leuk hoor, dit. Oké, stel je voor je hebt hem te plat geduwd. Dan pak ik hem even vanaf de zijkant met het puntje. En dan zet ik hem weer iets meer omhoog. Ja. En zo bouwen we ze dan op elkaar. Ja, het is echt een stapeltje, hè? De onderste blaadjes. Daarop het tweede bladeren dek. Nu ga ik in het midden een stutje doen. Die hebben we in het goud met zilver, maar ook in de neon kleurtjes. Dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk voor van de zomer. Ja, geweldig hè. Kijk dan eens. Oh, wel leuk om weer eens te gebruiken. Ja. Even kijken, niet de kleinste, een beetje grotere. Ook deze zet ik vast met mijn gemstone gel. Gebruik ik mijn Detailer 3 weer voor. Die dan wel weer daarvoor. En je kunt er nog weer bouillons bij doen. Als je dat leuk vindt. Ik heb hier een vraag van Tineke. Mirjam, maak je dit penseeltje eerst vochtig? Of is dat bij de plastic gel niet nodig? Het penseel voor de plastic gel die maak ik schoon in prep en wipe, maar daarna doe ik hem wel af op een nail wipe, dus dat hij niet echt nat is. Maar zo blijft hij niet plakken aan mijn plastic gel. Oké, even zoeken. Ja, alles ligt overal zeker, hè? Op het moment wel, ja. Je begint zo netjes. Ja, en dan ineens denk ik, oh ja. Oké. Pak hem op met mijn waxje en aan de andere kant met mijn dot in toe kan ik hem nog een beetje schuiven. Ja, het is echt heel mooi. En ook weer, dit maakt het dan echt net weer even meer af. Ja. En bij deze vind ik het dan leuk om de rosé bouillons te gebruiken. Ondanks dat het steentje, het stukje goud is, zijn deze er ook leuk bij. Ja, het blijft een beetje een warme tint, hè? Precies. Natasja Reinders vraagt welk wiel dit is. Dat waren de stutjes volgens mij. Nou weet ik niet zeker of die nog hebben. En ik hoor van Wendy dat het de neon stuts zijn die we nog wel hebben. Mocht je het leuk vinden, kun je ook een bolletje maken met je bouillons en die bijvoorbeeld erin leggen. Of iets anders met goud. Ja, kan ook. Kiezen wat je leuk vindt. Oké. Eigenlijk is dit het laatste voor dit design. Dus dan gaat hij weer 1,5 minuut in de lamp. En dan weten we zeker dat alles weer helemaal voldoende is uitgehard. Cool. En dan zal ik hem zo eerst nog even in beeld doen. Ja, we kunnen ook misschien eerst eventjes naar de rest van de punten die we nog te bespreken hebben. En dan kan het design even lekker uitharden. Laat me eens even kijken wat jullie moeten gaan doen om jullie certificaat te gaan halen. Want ik denk dat jullie dit wel ook willen gaan uitproberen. Ik hoor wat mensen die zeggen, nou ik sla even over. Ik heb geen plastic gel. Nou, je kunt dus ook acryl gebruiken. Dus ik zou zeker proberen aan de slag te gaan. Maak gewoon wat, ik ben reuze benieuwd. En anders kun je de video natuurlijk later terug bekijken om alsnog in ieder geval de opdracht te maken. Nou, laten we eerst even kijken wat jullie precies moeten gaan doen voor het huiswerk van Mirjam. Nou, maak 2 keer een serie van 3 designs, zoals degene die Mirjam heeft laten zien.
Nou, Mirjam is natuurlijk helemaal nog niet klaar om alles te laten zien wat zij jullie wil gaan laten zien vandaag. Dus wacht eventjes lekker tot het einde van de show om te zien wat dan exact je huiswerk is en waar tussen je kan kiezen. Nou, als je dan je huiswerk gemaakt hebt, dan ga je dat natuurlijk weer netjes opsturen. Je gaat naar de Nail Talk Live groep en daar kun je je huiswerk insturen via de link die in het album Plastigel staat. Je hebt 1 week, dus tot 19 februari de tijd om je huiswerk in te sturen. Dus lekker 1 week vol aan de knutsel. Als er dan nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op en krijg je eventueel nog een herkansing. Vergeet niet dat je step-by-step van je huiswerk moet meesturen. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je 20 stapjes hoeft te fotograferen. Gewoon 3 stapjes is eigenlijk gewoon al meer dan voldoende. Gewoon om even te laten zien dat jij ermee aan het werk bent geweest. Gewoon even van bovenaf of vanaf de zijkant, geen probleem. Maar 3 fotootjes in totaal zijn genoeg per design. Ik wil nog eventjes een huishoudelijke mededeling. Oh ja, waar jullie eventjes goed rekening mee moeten houden, is dat jullie, als je je huiswerk hebt ingestuurd en het is goedgekeurd en je bent geslaagd en je hebt hem gepost in de groep Nail Talk Live, dan kan het altijd nog heel even duren voordat jij het digitale certificaat thuisgestuurd krijgt. Nou, waarom is dat nou? Omdat soms mensen nog bezig zijn met een herkansing. Dus op het moment dat eigenlijk de hele workshop gesloten is, iedereen zijn huiswerk heeft ingestuurd, iedereen geslaagd is en geholpen is, pas dan gaan we eigenlijk de digitale diploma's naar jullie toesturen. Dus nog heel eventjes geduld. Straks als jullie open mogen, dan weet ik zeker dat de certificaten uitgeprint kunnen worden en dat ze bij jou aan de muur kunnen hangen te shinen, zeg maar. Dus gewoon eventjes geduld. Als je nou twijfelt of er iets verkeerd is gegaan met het inzenden van je huiswerk of het versturen van het certificaat, kun je altijd nog een klein pb'tje sturen. Maar ga er nou maar gewoon vanuit dat die onderweg is. Dus maak je geen zorgen. Nou, je kunt je huiswerk natuurlijk insturen. Je kunt een prachtige prijs winnen. Dat kan. De allermooiste prijs is natuurlijk het certificaat. Maar stel je voor dat jij nou op bent gevallen tussen al die inzendingen. Dan kan je ook een prijs winnen. Ik ben benieuwd wat Mirjam voor jullie heeft bedacht. Nou, kijk eens, het mooie palet zit daarin met de witte bakjes. Dit bakjes kun je trouwens uitnemen, of die zijn uitneembaar. In tegenstelling tot de zwarte versie die vastzitten. Ik zie daar 6 potjes Plastigel bij staan. Ja, helemaal leuk. De Plastigel Tool die ligt erbij. En de Ultra Designer, nou, ik denk een hele mooie prijs. Goed uitgekozen, Mirjam. Ja. Super, ik ben benieuwd naar al jullie huiswerk. Ik weet zeker dat Mirjam er ook hartstikke veel zin in heeft om die te gaan bekijken. Dus ik zou zeggen, lekker meedoen in ieder geval. Nou, we hebben natuurlijk nog veel meer voor jullie op een rijtje staan. Leuke dingen die te zien zijn binnenkort. We gaan maandag verder met... met Aletta. Ja, ik dacht, wat is Aletta er weer snel bij? Maar hartstikke leuk. Aletta gaat op maandag 15 februari een workshop doen. De Stained Glass Designs. Nou, ik ben echt benieuwd. Glas en lood. Ik ben echt ook zo benieuwd of ze een stempelplaat gaat gebruiken. Maar ik ga gewoon kijken. En dan ga ik me laten verrassen. En ik ga ook weer lekker meedoen. Natuurlijk. Nou, met wie ik ook niet kan wachten om mee te gaan doen, is Michelle Taribuka. Ik zeg het eindelijk in 1 keer goed, yes. Dinsdag 16 februari, want dan gaat ze een workshop doen. Summer Party is het trouwens het thema. Het wordt een tipboxwedstrijd live. Zij gaat jullie dus vertellen hoe je een tipbox kunt maken, kunt ontwerpen. De do's en de don'ts. En ja, ik ben echt reuze benieuwd. Ik heb ooit eens een training gedaan, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik ben benieuwd wat Michelle daar allemaal over te vertellen heeft. En aangezien het geen wedstrijd is, ga ik deze gewoon ook leuk meedoen. Want ik hou niet van wedstrijden. Maar dit vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ga lekker meedoen. Nou, ik denk dat dat wel genoeg informatie is voor nu. Laten we even, voordat we teruggaan naar Mirjam om het design te bewonderen, eerst even naar een mooie reclame gaan. En aangezien dit de Plastigel live workshop is, gaan we kijken naar de commercial van de Plastigel. Thank you.
Ja, prachtige reclame. Plastigel, ik vind het hartstikke leuk. Ik weet zeker dat jij ook fan bent als je het gaat proberen. En zeker als je mooie 3D-designs wil gaan creëren. Laten we eerst even kijken naar het design van Mirjam. En daarna heb ik nog wat voor jullie in de planning. Ja, volgende design wat af is, heb ik op mijn tafel gelegd. Dus kijk mee. Oh, geweldig. Daar is die nog eventjes. Ja, heel erg mooi. Misschien gelijk ook even een screenshot momentje voor dit stukje. Ja. Zou wel leuk zijn. 3, 2, 1. Screenshots. Ik ben degene die het alleen roept, maar dat geeft niet. Ja, heel erg mooi, Mirjam. Prachtig. Ja, ik ben fan. Nou, superleuk. Tof. Nou, jij gaat straks natuurlijk lekker verder. En ik ga jullie gewoon nog wat meer vertellen. Want buiten Aletta en Michelle hebben we natuurlijk nog wat leuke workshops om naar uit te kijken. We gaan er nog even een afbeelding bij vragen. Ah, dankjewel. En dan gaan we door woensdag 17 februari met Cheryl. En zij gaat ons Simplicity Salon Art laten zien. Dat is natuurlijk heel erg leuk, want als jij simpele, mooie, strakke designs hebt, kun je daar gewoon een leuk centje voor vragen. En dan ben je eigenlijk heel snel klaar met een mooi, prachtig design. Ik denk dat Cheryl ons dadelijk ook, of dadelijk, volgende week, wat meer gaat uitleggen over wat dan precies de prijsvorming is. Ik ben hartstikke benieuwd. Nou, na Cheryl hebben we Anjo de Rapper. Ik kijk er heel erg naar uit op vrijdag 19 februari. En zij gaat ons Mixed Art Techniques laten zien. Nou, wat is dat nou? Dat is gewoon allerlei soorten art. En dat bij elkaar gecombineerd tot... ze gaat er hele mooie tips mee maken. En ik ben er ook, dus ik ga er met mijn neus bovenop zitten. Maar het wordt iets waar heel veel dingetjes in gebruikt worden. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat zij allemaal gaat maken voor ons. Ik heb het nog niet gezien, dus we zullen zien. Maar we hebben nog meer. Maandag 22 februari komt Sylvana met XXL Strass. Nou, wat is dat nou? Stel je voor, je hebt een mooie grote nagel en je wilde eentje waanzinnig uit laten springen door een heel mooi groot ontwerp met kristallen. Ja, Sylvana gaat jou laten zien hoe zij dat doet. En gaat jou tips en tricks geven en je aan het werk zetten. Zodat ook jij hele mooie ornamenten kan maken. Maar dan even net iets meer, iets groter, iets heftiger dan wat zij ons verleden keer al heeft laten zien. Nou, na Sylvana hebben we weer Michelle Taribuka. En zij gaat op woensdag 24 februari. En zij gaat ons een extreme nail laten zien. Nou, zij heeft dat ons al een keer laten zien. Toen zij nog meedeed aan de wedstrijden van Nail Talk Live. Was heel erg mooi. Een predator nagel. Echt geweldig. Extreem. Totaal niet draagbaar. Maar oh, zo leuk om te maken. Dus ik denk dat ik maar een nageltje ga opofferen. En ook iets in elkaar ga zetten. Hoop ik, denk ik. Kijken wat er na Michelle komt. Dan hebben we onze eigen echte Jessica, vrijdag 26 februari. En ze gaat Enchanted Stamping Art laten zien. Nou, wat dat is, dat blijft nog even een klein verrassingje. Ik weet het wel, maar ik ga daar voor de rest niet zoveel over zeggen. Ik weet er ook niet zoveel van, want ik heb nog niet zoveel gezien. Ik weet wel dat ze er keihard mee aan het werk is. Dus, en stempelen weer natuurlijk hartstikke leuk en dan weer net even op een andere manier. Nou, als laatste op het rijtje hebben we staan op maandag 1 maart Gino Haan. En hij gaat ons One Stroke Designs laten zien. Nou, ik heb al gezien dat Gino heel erg gek is op het werken met masterpaints. Ik blijf het heel erg moeilijk vinden. Maar one stroke vind ik wel een van de mooiste technieken als je die maakt met masterpaints. Dus ik zou zeker gaan kijken en ik zou mezelf, als ik jou was, genoeg tijd geven om dat te gaan oefenen. En ook weer niet je eerste tipjes inzenden. Lekker oefenen, lekker weggooien, weer oefenen, weer weggooien. En uiteindelijk na een week pas je designs laten zien. Nou, dat was een hele mond vol. En ja, leuke dingen in ieder geval in het vooruitzicht. We gaan weer gewoon lekker door met Mirjam. En dan kom ik dadelijk weer bij jullie terug met van alles weer. Nou, helemaal leuk. Gaan we door met de volgende. Superleuk vooruitzicht met al die leuke workshops. Ik ben ook heel erg benieuwd weer naar de rest. Leuk, hè? Zeker leuk. En nou ja, ik denk dat er weer een hoop leuke dingen aankomen. Het volgende design wordt een heel vrolijk design. Je kunt er natuurlijk ook andere kleuren voor kiezen, maar ik heb er nu voor gekozen om echt lekkere knalkleuren te gebruiken. Dus ik zou zeggen, laat het voorjaar en de zomer maar lekker komen. Ik heb hem alvast klaargelegd. Wauw. Hij knalt van het scherm af. Waar echt? Deze heb ik met de plastigel gedaan. Maar ik heb ze al eens eerder laten zien met acryl. Hoi. Dus ook dit kan prima met acryl of met plastigel. Ja, prachtig. Ook nog eentje. In een donkere versie. Ja, heel mooi. En ik vind altijd, ik moet het erbij blijven zeggen als ik dit soort designs zie. Kijk even goed naar de tip als je dit gaat maken. Is goed naar de tip kijken, moet je dan kijken naar de verhouding van dat blaadje wat daarop zit. Dat is dus echt heel klein, hè. Dus werk ook echt klein. Ja, daar kleine bolletjes, kleine beetjes. Ja.
Mooi. En nou zijn deze tips nog best wel wat aan de grote kant, ja, hè, ten opzichte van een nagel. Afhankelijk van de lengte die natuurlijk gedragen wordt. Ja. Maar dan kleine bolletjes gebruiken en dan krijg je een hartstikke leuk design. Oké, de ondergrond ga ik maken met gel polish, de mojito en de apple martini. Dus echt hele lekkere vrolijke kleurtjes. Ik zet ze allebei open. En ik ga er een beetje een ombre mee creëren door ze door elkaar heen te lakken. Ik krijg weer helemaal zin in de zomer nu. Heerlijk. Alleen door de naam al. Ja, Cosmopolitan van deze lijn is ook super leuk, de roze. Maar ik dacht, iets anders dan roze is ook wel eens leuk. Aangezien ik vaak roze pak. Oké. In eerste instantie de mojito, apple martini, echt een knalkleur. Even opletten dat er niet te veel aan het kwastje zit. Dan lak ik hem vanaf de onderkant naar boven. Het is net een Granny Smith inderdaad. En dan ga ik er doorheen. Je ombre hoeft nu ook niet perfect te zijn, hè? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet netjes. Nee, hè? Eventjes afvegen voordat je hem terug in het flesje doet. En dan is dit de eerste laag. 30 seconden in de lamp. En dan gaan we dit nog een keer herhalen om de dekking optimaal te krijgen. Ook leuk met andere kleurtjes. Ja, hè, maakt echt niet uit. Nee. Als ik deze kleur alleen al zie, die tips ook bij elkaar zijn ook gewoon heel erg leuk. Misschien is het ook leuk om aan je klanten ook te showen in dan juist allemaal verschillende soorten kleuren. Hè? Mirjam, denk je niet? Ja, want iedereen, ik ben echt wel een roze type, dus ik ben heel gauw geneigd om roze te pakken. Ja. Maar ik heb ook klanten die zeggen het op voorhand al, geen roze, hè? Nee, oh nee, geen ja, roze. Iemand zegt dat hier al. Haha, ja, Mirjam is van het roze. Dat is ja. NM Nail Styling. Dan weet jij vast wel wie dat is. Nog een keer? NM Nail Styling. NM Nail Styling. Ja, ze zegt, haha, Mirjam is van het roze. Dus dat is zeker weten en bekende. Ja. Oké, de tweede laag herhaal ik eigenlijk gewoon weer hetzelfde wat ik net deed. En dan wordt die dekkender. Ja. En deze gaat er weer een beetje doorheen. Ja, lekker doorsmeren. Ja. Ja, maar hij is gewoon al mooi zo, hoor. En dan gaat hij weer eventjes in de lamp. En ook deze ga ik mat aflakken. Elvira's nailshop zeggen roze en kak strak. Roze en kak strak. Roze en kak strak. Ze zegt kan strak, maar ik weet zeker dat het kak strak is. Kak strak, zeker. Ja, kak strak in de lak. Als we lakken, dan lakken we strak. En normaal gesproken zou ik deze laag ook altijd eerst met een triangle brush doen bij mijn klanten. Dat is natuurlijk om een mooier, strakker en egaler te krijgen uiteindelijk. Ja. Alleen, ja, we werken natuurlijk nu op een kolenpopje. Dus dan doen we het nu niet met het penseel. Oké, ook de extreme mat gaat hier weer overheen. Ja, als ik toch denk aan 3D plastic gel bloemetjes, dan denk ik inderdaad niet 1, 2, 3 in de felle kleuren. En ik zag net jouw tips en ik dacht bij mezelf, ja, dat is leuk. Ja, en iedereen die houdt toch weer van iets anders. Dus ja, zeker als je voorbeelden neerlegt voor je klanten ook natuurlijk. Doe een beetje wisselend, stap eens uit je comfortzone. Ja. En probeer eens iets anders. Ja, zeker. Oké, ik heb al de kleurtjes klaar. Die heb ik weer in een bakje zitten. Die heb ik uit mijn box gehaald. Nou, de geel knalt er zo uit. Ja, inderdaad. Die ga ik gebruiken om de blaadjes te highlighten. Is dat puur geel? Of heb je daar nog wat een kleur doorheen Nee, gemengd? Dat is geel met wit. Ja. En moet ik even denken. Ja, geel met wit alleen. Want de geel is best wel knal. Ja. En iets wat transparanter. Ja, het is niet zo dekkend, hè? Nee, dus met het wit maak je hem iets feller en iets dekkender. Ja, en dan ook weer een beetje van je matte top erdoorheen. Want dit is een korrelige en de witte ook. Ja. Dus als je die dan samenmengt met een beetje van je matte top, dan wordt die weer lekker soepeler. Ja. Ja. En die roze is alleen roze? Of ook met wit?
Nee, ik denk dat dat roze is met een heel klein beetje pastelroze. Oh, met een beetje burgundy erbij. Ja. Ja. Maar daar ook dieper. Echt maar heel weinig van gebruiken, want deze is wel echt heel gepigmenteerd. Ja, 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 ja. Dus daar echt, nou, ik heb er echt een spikkeltje van gebruikt. Ja. En het fijne hiervan is, hè, dat je gebruikt het ook echt wel. Je kunt er lang mee doen. Je ja, kunt er veel mee maken. Nou ja, maar roze bijvoorbeeld. Ja. Die gaat wel heel hard. Ja, ja, dat is. Ja. Ja, dat is heel verrassend. Ik meng heel veel door elkaar. Omdat de kleur gewoon op zichzelf is leuk. Maar het wordt alleen maar leuker op het moment dat je dingen met elkaar mixt. Ja. Dus vandaar dat ik daar altijd wel vaak voor kies. Ja, en dat moeten de kijkers natuurlijk ook weten. Want die hebben zoiets van, nou, hoe komt zij nou aan die mooie kleur inderdaad? En het is inderdaad net niet dat zoete, dat roze. Maar net wat meer pit inderdaad in dat bolletje wat je daar hebt liggen. Door die burgundy natuurlijk. Ja. Leuk om te zien. En daardoor heb je ook meteen, doordat je mengt, veel meer kleuren. Dus dat is ook leuk. Ja. Oké, nu ga ik wel de steen er eerst opzetten. Ik gebruik een witte opaal. En ook deze zet ik weer in de gemstone gel. En zo kun je meteen een beetje inschatten waar je ongeveer je bloem wil hebben. Vind ik handig altijd. Ja, dan heb je een beetje een gidslijn om te gaan werken. Ja. Nou, laat ik ervoor kiezen om hem nu andersom te doen. Zet hem nu aan de bovenkant. Dus daar waar ik mijn steen wil hebben, daar plaats ik de gemstone gel. En dan duwen we hem daarin. Ik wil niet dat er te veel gemstone gel nu al aan de zijkant blijft zitten, want ik ga zo meteen natuurlijk de blaadjes er langs doen, maar ook nog bouillons erbij, dus het overtollige haal ik dan wel eventjes weg. Ja, anders krijg je een opstaand randje. Ja, en dat is voor nu een beetje onhandig. Ja. Dus wel genoeg, maar niet een hele dikke laag er nog omheen. Even mijn gemstone gel aan de kant. Dit is ook weer zo'n handige manier om het lampje voor te gebruiken, ja, om uit te harden. Heel snel met je steentjes. En dan weet je zeker dat hij ook op de juiste plek ligt. Wel even voor jullie thuis goed uitkijken. Dat je al je penseeltjes en je plastigel en je paletje met je plastigel, dat je dat even naar de zijkant zet. Ja, zo lullig als er dan net een penseel voor ligt. Ja, en plastigel gaat heel hard. Ja. Oké. Pak ik de kleurtjes erbij. Nou, de ondergrond, dat worden de roze blaadjes. En ook deze blaadjes zijn echt allemaal verschillend. Dus de ene is groot, de andere is klein. Het wordt een heel speels bloemetje. Helemaal niet zo realistisch. Dus dat is juist leuk dat je daar lekker mee kan spelen. Die kleuren, ik zou het nooit durven kiezen. En het eindresultaat is zo tof. Ja. Echt. Ik ben veel te voorzichtig, zie ik alweer. Nou, vaak wil ik ook nog wel eens eentje maken dat ik denk, oh nee hoor. En dan proberen we gewoon ja, een heel andere kleur. Dat was niet de bedoeling. Ongeschikt. Nou, vaak komen daar de leukste dingen uit. Maar dus ook, ja, zulke soorten designs. Ik leg er wel weer een paar neer. De een iets groter dan de ander. Op het moment dat je plastigel toe een beetje plakt, kun je die ook schoonmaken in je prep en wipe. Daarna wel goed afdrogen. En dan pak ik weer eventjes de ultra designer erbij. Ook deze doe ik eerst even in de prep en wipe. Ik heb nog wat extreem mat op mijn palet liggen. En dan ga ik naar het blaadje. Ja, eigenlijk met zo goed als geen extreem mat in je haren. Nee, alleen dat de haren bij elkaar blijven zitten. Ja. Dus ook nadat ik hem in de extreem mat heb gerold, doe ik hem eerst weer goed af op mijn nail wipe. Ja. Droog werken. Droog werken, ja. Er komt een vraagje van Stephanie. Die ga lekker door. Je kan het beeld gewoon lekker. Je houdt het beeld gewoon. Want dan kunnen mensen zien wat je doet. Mm-hmm. Over van Stephanie. En zij vraagt over kleuren gesproken. Waar ik wel eens tegenaan loop, is dat de kleuren van de art producten niet hetzelfde zijn als van de gel polish producten. Dan zet ik bijvoorbeeld een set in Purple Beetle met een Airnails accent nagel. Maar die paars is dan toch anders. Of ben ik daar dan gewoon een ei in? Heb jij daar een antwoord op? De Purple Beetle is dan anders als? Als de Airnails verf.
Nou ja, ik weet daar wel een antwoord op. En eigenlijk is dat al, als je de gel polish vergelijkt met de nagellakkleuren, dat kan ook altijd een beetje verschillen. Het is een ander product. Het is een ander, ja... Pigmentsoort ook wat erin zit. Een ander pigmentsoort, ja. Een heel ander iets. Hetzelfde als dat nagellak nooit exact dezelfde kleur is als lipstift bijvoorbeeld. Het kan altijd iets afwijken. Dus dat kan wel kloppen. Oké, ondertussen wel weer eventjes de blaadjes uitharden. Ze hoeven heus niet zo lang, dus ook dit kan weer met het lampje. Volgens mij kun je hem nou mat zien worden, hè? Je lampje is iets te dichtbij, of niet? Nee, als je je lampje iets verder weghoudt, dan zie je hem mat worden. Dat had ik gisteren, dat was een heel leuk gezicht. Ik weet niet of je dat ik nu zie ook hem ziet. Nu niet. Nee, hè? Nee. Of heb je een base en top gebruikt? Nee. Ja, leuk die kleuren zo. Ja, en hij is goed uitgehard. Ja, super. Eng is dat even nog checken. Even, hè? Ja, het is een beetje eng, maar hij doet het dus echt. Hij doet het zeker. Ja, leuk, kunnen we meteen even uitproberen. Ja. Oké. Daar wil ik nog een grote. Laat ik hier nog een beetje ruimte en dan kan ik zo meteen bepalen of wat voor grootte het blaadje dan nog moet worden. Ik maak eerst weer mijn penseel schoon in de prep. Heel klein beetje in de extreme mat, zodat mijn haren bij elkaar zitten, maar wel goed afdoen op je nail wipe. En dan ga ik weer naar het bolletje. Ja, je bolletje. En ik kan hem best met mijn penseel een beetje bij elkaar duwen, pletten. Ja. Gebruik je dan echt de scherpe kant voor, hè, om er een beetje tussen te komen? Ja, dan zet ik hem echt op zijn zijkantje. Ja. En het lijkt of Mirjam echt heel veel druk geeft op die blaadjes, maar het is echt maar het minimaal. Het is aaien. Ja, hè? Het is echt zachtjes. Veren. Een beetje, ja. Ja, heel mooi. Kijk, leuk vanaf de zijkant zo. Dan zie je precies wat je doet. Even omdraaien, ook altijd handig. Puntje wijst eigenlijk altijd naar de kern van de bloem. Ja, zo zie je het ontstaan. Lisette had een hele handige manier om haar lampje, haar flashkleur te gebruiken. Dan houdt ze de tip op het... ze houdt de tip op de been en dan zet ze het lampje erop. Dus een beetje op de tafel, zodat de been eigenlijk de ondergrond is. Nou, dat is ook hartstikke slim natuurlijk. Ja. Wel uitkijken voor je kleding dan hoor. Dat dan weer wel. Waarop Stephanie vraagt, doe je dat dan met je klant ook? ja. Nou, dat gaat toch wel heel snel. Ja, toch? Ik vind dat je het zeker snel doet. Ja. Nee, maar ook met het lampje bedoel ik. Leuk. Ja, ook met het lampje ook. Ja. Ik heb hem door. Ik moet hem wel even klaarzetten, maar als ik hem dan eenmaal door heb. Ja. Oké, nog eentje ertussen. Jessica reageert maar wel een blij ei, omdat we het net hadden over dat ei. Ben ik dan een ei? Ja, een blij ei. Blij ei. Oké, ik prop hem weer even een beetje bij elkaar en dan ga ik hem weer modelleren. Ja. Zachtjes duwen, trekken. Nou, Elvira vraagt of het ook met pigment kan, Mirjam, de kleuren maken. Het mengen? Ja. Ja, dat denk ik wel. Alleen moet je dan denk ik wel heel goed spatelen, hè? Ja, en niet te veel pigment gebruiken, nee. Want anders dan krijg je uithoudingsproblemen. Dus kijk, maar sowieso met pigment, je kunt dat natuurlijk mengen, maar het is heel gepigmenteerd. Ja. Maar dat kan, ja. Ik denk het wel. Stel je wil nou dat soort dingen proberen, probeer het gewoon eerst bij jezelf. Draag het zelf. Kijk hoe de houdbaarheid is. Of misschien heb je wel strakjes weer je klanten die... ja, ik heb er altijd wel van, heb je nog iets nieuws? Dat mag je bij mij proberen. En dan, dan weten ze dat het goed kan gaan. Nou ja, en dat sommige dingen ook... een test zijn. Dus om te kijken of hoe de houdbaarheid is, hoe de kleur blijft, et cetera. Dus nou, wij testen dat zo altijd, hè, eigenlijk met onze klanten. Ja.
Dus onze klant, je moet nooit geen klant van ons worden. Want wij zijn namelijk altijd bezig met het testen van producten. Zit het nog wel goed na 3 weken? Nee, dat is jammer, want je bent toch een testpersoon. Ja. Ja, dat wordt allemaal getest door ons. Dat is hartstikke leuk. We zijn natuurlijk met een grote groep mensen. Ja, en we hebben ook gelukkig nog klanten. Dus dat is ook weer handig van het hebben van klanten. Dat je echt kunt gaan kijken van nou, welk product komt er op de markt? Dat is dat, dat is dat, dat is dat. Hoe reageren mensen daarop en blijft het ook goed zitten? Dus dat is superleuk om te doen. Het is echt een cadeautje om te mogen doen. Zeker. Ja. Nou, ondertussen ben ik de geel aan de buitenste randjes erop aan het zetten. Ja, leuk. En dan krijg je zo'n highlight, ja, mooi, idee. Die ga ik nog een beetje verder modelleren. Nou, gelijk om maar even met de vraag van Janti even op haar vraag te komen. Nou, welk penseel gebruikt Mirjam? Dat is de Ultra Designer. En om de bolletjes plastigel op te pakken, gebruikt ze een siliconen tool en dat heet de plastigel tool. Dus die is daar speciaal voor. Dus ze gebruikt 2 tools, steeds afwisselend, om het design te maken. Magda zegt beautiful. Ah, thank you. And nice that you're watching also. Very nice that Magda is watching us. Yes. Femke vraagt, waarom kies je steeds voor mat als ondergrond? Geeft dat het mooiste effect? Nou, voor nu vind ik dat leuk, maar je kunt het ook op een glanzende ondergrond doen. Ja, weet je Mirjam, ik gebruik eigenlijk ook altijd mat met plastigel, omdat dat net, ja, iets ruwer is. Dat vind ik fijner. Het werkt als ondergrond, werkt het ook wel fijn, dat klopt. En waar je op moet letten, als je het, stel je doet het wel op een glanzende ondergrond en je werkt bijvoorbeeld met een prep en in je penseel ook een beetje gel, dat je ondergrond dan ook wel blijft glanzen. Dan zou ik ervoor kiezen om hem later af te lakken met je topgel glanzend. Maar dan moet je wel weer om je design heen. Ja. Maar heb ik hier... Ja, ik heb ook glanzende ondergronden met een design erop. Dus die kan ik zo meteen, ja, ook nog wel even laten zien. Leuk. Ja, ik kies het uit veiligheid eigenlijk hoor. Het werkt wel lekker stuggig. Je hebt, ja, een lekker beetje stuggig ondergrondje. Het grijpt echt vast. Ja, Sheila antwoordt ook al, we hadden het natuurlijk even over de kleuren. En die antwoordt ook gewoon ervan uitgaan dat het in het paarse palet zit. Ik vind de Purple Beetle, maar er is geen kleur die in de buurt komt. Dus gewoon zo dichtbij mogelijk. Ja, weet je, ik snap dat het dat je heel graag in één kleurtoon, zeg maar, één kleur, hetzelfde design wil. Maar dat is zo onmogelijk. Dat als mensen aan mij vragen, oké, ik wil bijvoorbeeld dat rood op mijn nagels en dan wil ik een roosje met rood op mijn duim. Heb ik altijd liever zoiets van, ja, maar waarom maken we dat roosje dan niet bijvoorbeeld dan wit? Omdat dat dan gewoon veel veiliger is. Want diezelfde kleur rood in die gel polish kan ik niet krijgen. Of ik moet dan ook voor dat design echt die gel polish gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. Maar als ik een bloem wil maken met bijvoorbeeld Syriza Sweeties in het rood, is dat een hele andere kleur rood als die gel polish. Je kunt dus beter zeggen, nou, ik kies juist een andere kleur. Of een kleur zoals grijs of wit of zwart, hè, die overal mooi bij staan. Dus 2 kleuren gebruiken in plaats van 1. Dat is altijd heel lastig. Dat is hetzelfde als dat mijn collega's roze spulletjes op tafel willen hebben staan. Zeg ik, doe nou niet, want het ene roze is het andere niet. En zo heb je allemaal verschillende kleuren roze op je tafel staan. Dat is niet leuk. Dat, zo geldt dat ook met een set nagels. Dus ja, ik snap je frustratie. Maar ja, het is gewoon wel wat het is. Ja, maar ja, daardoor hebben we wel heel veel verschillende mogelijkheden. Yes. Dat is dan ook alweer fijn. En moet je combineren. Precies. Om de leukste dingen te creëren. Nou, je merkt ook, hè, op het moment dat je dus gaat stapelen, gaat highlighten, zoals ik nu doe, dan ben je er ook alweer iets langer mee bezig. Dus wees dan ook inderdaad niet weer te bang om daar wat voor te vragen. Ja, zeker waar. En meer als je eerste designs, toch of niet? Voor dit design, ja, zeker. Ja, hier zit natuurlijk ook zo'n mooie opaal in. Ja. Highlights. Meer blaadjes. Oh nee, die andere had ook wel veel blaadjes. Ja, ik denk dat je er vooral rekening mee moet houden hoe lang je ergens mee bezig bent. Ja. Zeker waar. Magda comment naar ons, of course, whenever I'm free. Dus zodra ze vrij is, kijkt ze met ons mee. Superleuk.
En Lenka uit Ierland zegt, very nice, I'm getting new tips from you. Wow, thank you. Leuk. Nou, Roelien vraagt of je witte plastic gel met alle kleuren gelpolish kan mengen. En dat antwoord is ja, dat klopt. Hou er wel rekening mee dat hij dan een klein beetje meer kan gaan glimmen, kan gaan glanzen. En kijk ook dat als er in je gelpolish veel pigmenten zitten, dat je er niet te veel gelpolish aan toevoegt. Sowieso niet, want dan wordt het plakkerig, dan wordt het een beetje drap. En kun jij niet mooi meer je blaadjes modelleren, blijven ze niet lekker staan en harden ze waarschijnlijk ook niet goed meer uit. Dus kijk daar wel heel eventjes goed en kritisch naar. Nou, ik ga een beetje plastic gel white mengen. Dus dan kunnen we gelijk even kijken. En de white is wat korrelig, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Dus ik doe een beetje van de white op mijn palet. Ik heb hier nog de whitest white gel polish liggen. En begin niet met te veel op het moment dat je het wil mengen. Je kunt er altijd nog weer een beetje een druppeltje aan toevoegen. Andersom kan natuurlijk ook, stel dat die wel te nattig wordt, te vloeibaar wordt, dan kun je er altijd nog wel weer plastic gel aan toevoegen. Maar probeer niet meteen te veel te pakken, te veel te gebruiken. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Ik pak hem op en ik plet hem iedere keer weer op mijn steen. Dan pak ik eventjes de schuine kant van de plaster gel tool. Die trouwens ook heel handig is om nerfjes te maken voor je bijvoorbeeld groene blaadjes. En nu schuif ik de plaster gel van mijn spatula af. Nou, ga ik een vlakje maken. Ik ga het verdelen en ik maak hem helemaal plat. Zodat we aan de bovenkant, zoals bij dit design, nog een leuk effect kunnen toevoegen. Alleen zet ik hem nu aan de onderkant. Oké, spannend. Ik zat gelijk even door de comments heen te lezen. En dat ging vooral over het mengen van van je gel polish met je plastic gel. En even kijken, dat was volgens mij Gemma vond dat. Ik ga de vraag er nog even bij pakken. Nee, ik ben de vraag even kwijt. Maar dat die highlight die je daar maakte, dat vond ze ook bijzonder om te zien. Ze had het idee dat dat heel dun was. Is dat ook plastic gel? Heb je daar nog tips voor als je dat dunne lijntje gaat maken? Dus die gele highlights in de bloem? Dat is inderdaad heel dun. Dus die pak ik op en probeer ik een beetje in een strookje neer te leggen. Nou, daar hoef je bijna niks met je penseel meer aan te doen. Eigenlijk alleen maar pletten. Nou ja, en dan ligt die goed. Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld net als bij deze aan de ene kant een ietsje meer te doen. Omdat die daar wat hoger ligt. Maar dat is voor je highlight echt minimaal. Daar heb je echt maar heel weinig voor nodig. Ja, spaarzaam werken. Heel spaarzaam. Oké, deze heb ik nu helemaal geplet. Dus die is helemaal plat. Ja, kun je goed zien. Lijkt net een laagje lak. Ja, dan pak ik de schuine kant ook van de plastic gel tool. Die maak ik even schoon in de prep. Dus de andere kant, de schuine kant. En dan ga ik die er als het ware doorheen snijden. En een beetje golvend. Ja, cool. Dan maak ik hem weer schoon. En dan doen we dat nog een keer. Ja, door die ondergrond is dat echt een tof effect. Ja, dan krijg je die inderdaad weer een beetje omhoog. Ja, mooi, leuk. En zo simpel, hè, eigenlijk. Ja, zo simpel. En dan heb je toch een leuk effect. Ja, zeker. Doe hem eventjes in de lamp. Dan pak ik de bouillons erbij. Plastic gel even opruimen. Als je ze open laat staan, dan harden ze natuurlijk heel langzamerhand ook helemaal uit. Dus dichtdraaien. En dan hebben we nog even de gemstone nodig.
Ja, dat potje komt ook steeds weer naar boven. Hè? Dat staat standaard vlak naast me. Ik gebruik het heel veel. Ik eet het nog net niet. Erg, hè? Oké. Dan plaatsen we die er weer helemaal omheen. En dan pak ik de, die moet ik wel even openzetten, de bouillons. En die leg ik er dan allemaal in. Gewoon een beetje links, rechts. Niet te netjes? Of ga je ze heel netjes neerleggen? Nee, deze ga ik zeker niet te netjes doen. Ja, je hebt gaatjes om op te vullen, hè, nu. Precies. En aan de ene kant iets meer en aan de andere kant iets minder. Ja. Ik volg ook een beetje de bloem. Dus de bloem is wat langwerpiger, dus ik leg ze hoger aan de boven- en onderkant. En dan druk ik ze met mijn detailer 3 in die gemstone gel. Ja, leuk. Het zijn echt die kleine zaadjes. En dan krijg je meteen weer het idee dat je design weer af is. Meer af is, ja. Ja. Dan wordt het meteen weer wat. Ja, mooi. Leuk hoor. Echt een leuk totaalplaatje zo. Ja, ik werd er wel heel vrolijk van. Vooral door de kleurtjes. En het leuke, in die steen komt het ook weer een beetje terug. Ja. Die hebben we natuurlijk ook in andere kleuren. Dus je kunt hem ook, we hebben hem in blauw, roze en de donkere heb ik hier nog bij gedaan. Ja, prachtig ook die. Dus daar kun je dan ook nog weer een beetje mee spelen. Ja. Deze waren trouwens de acrylversies. Nou, dus zie je ook inderdaad, je kunt hetzelfde mee maken als wat je met acryl kan maken. Ja. Het is alleen een keuze wat je prettig vindt natuurlijk. Ja. Ja, het voordeel van de plastigel is dat je gewoon alle tijd hebt. Is het niet naar je zin, dan ja, prop je hem weer bij elkaar en dan begin je weer overnieuw. Inderdaad. Oké, dan gaat hij in de lamp. Als dit het laatste is, dan gaat hij gewoon weer 1,5 minuut. En dan weet je zeker dat alles weer helemaal volledig is uitgehard. Ja, tof. Nou ja, we gaan dadelijk natuurlijk weer even naar je eindresultaat kijken. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik natuurlijk ook prijswinnaars. Die moet ik ook sowieso eventjes aan jullie laten weten. En ik wil ook eventjes laten weten aan de mensen die zoveel vragen hebben over hoe werkt dat nou precies, plastigel. Nou, daar gaat het natuurlijk over, hè, vandaag. Dus ik zal even helemaal teruggaan naar het begin dadelijk. En vanaf de eerste seconde even tot het einde bekijken. Want Mirjam zit vol met tips en tricks. En dat is te lang om nog even te typen. Dus blijf er lekker bij. En als het dadelijk afgelopen is, gaan we even helemaal weer terug naar voren en het hele riedeltje nog een keer bekijken, want er is heel veel over te vertellen. Uiteraard, vandaar ook gewoon 2, misschien nog wel langer, uur de tijd om jullie alles te laten weten. Oké, maar waarop jullie allemaal wachten, ik zie het ook al, zijn er al prijswinnaars bekend, gebeurt er al wat? Nou, ik ga jullie verlossen hoor, want ik heb prijswinnaars voor jullie voor de opdracht van Jessica. Nou, laten we eens even gaan kijken. Tromgeroffel. Jee, geweldig, Lenka. Congratulations, dear. Your second name is too difficult, too hard for me. So for me, it's just Lenka. Congratulations, gefeliciteerd. Vinden jullie dit niet prachtig? Een gezicht tekenen vanaf de zijkant op deze manier is echt waanzinnig moeilijk. Ja, terechte prijswinnaar, zeker weten. Erg moeilijke opdracht. Maar gefeliciteerd, we hebben nog meer winnaars. Sharinda de Jong, kijk, is geweldig. Zij heeft ook echt veel variaties laten zien. Linker oog, rechter oog, allebei de ogen, brilletje erop. Dus eigenlijk alle moeilijke facetten van het schilderen van gezichten zijn hierin te vinden. Ik vind het echt heel erg mooi. Heel erg realistisch en ook leuk die cartoonish-achtig erbij. Gefeliciteerd, Sharinda. We hebben nog een winnaar en dat is Desiree Koopmans. Ja, heel tof. Ik heb zelf ook meegedaan met de opdracht. En hoe moeilijk is dit? Echt geweldig. Ik vind het zo mooi. Het is echt super goed gelukt. Ook meegedaan met de ginger die Jessica heeft gemaakt tijdens de show. De Simplicity Nail Arts. Ook echt geweldig. Ja, ik vind het mooi. Ja, ik zat nog eventjes te kijken. Ja, ja, ik sta echt versteld. Dat grote beeld is natuurlijk nog leuker om dat te zien. We kiezen altijd winnaars een beetje in verschillende categorieën. Zowel beginners kunnen ook bij ons een prijs winnen als gevorderden. Nou was dit wel echt een super moeilijke opdracht. Maar we proberen altijd te kijken welke mensen ook veel vorderingen hebben gemaakt. Wat hebben gedaan met de feedback die we hebben gegeven. Want ook als je feedback krijgt, kun jij nog steeds een winnaar zijn. Dus ja...
prijswinnaars zijn er in allerlei categorieën. Maar jullie zijn natuurlijk allemaal winnaars. Want jullie krijgen in ieder geval binnen 2 weken dit prachtige certificaat binnen. Dus jullie zijn zeker weten allemaal winnaars. Dus allemaal gefeliciteerd. Maar eens even kijken wat ook weer het pakket was van de winnaars van de opdracht van Jessica. Oh ja, dat was leuk. Met de aquacollars. Aquacollars, chameleon flakes, de stempelplaat met die simplicity-achtige nail arts. Een stempelkussen. Natuurlijk, dat hoort erbij. Even kijken, oh, er staat op een prachtige steen. En een scraper natuurlijk, want die hebben we allemaal nodig om te kunnen stempelen. Daar ben ik weer. Oké, niet vergeten voor de prijswinnaars eventjes een mailtje sturen naar info@nailtalklive.com. Want anders krijg je natuurlijk je mooie prijs niet binnen. Die wil je natuurlijk zo snel mogelijk verzilveren. Dus doe dat eventjes. Dan krijgen jullie zo snel mogelijk je prijs. Maar voordat het allemaal zover is, gaan we natuurlijk weer naar Mirjam. Want die had nog een mooi eindresultaat voor ons. Ja, ik heb ze eventjes naast elkaar gelegd. Dus degene die ik nu heb gemaakt. En dan zal ik daarna ook nog eventjes de acrylversies ernaast leggen voor het screenshot momentje. Dus kijk mee. Ja, ach, ik vind het geweldig. Lekker knallend. Superleuk, die kleuren, ja. En nog eventjes voor de andere ideetjes. Ja, je kan wel zeggen, ik heb het met acryl gedaan, versie. Maar dat kan prima met plastigel op deze manier. Ja, het kan allebei. Ja, cool. Ja, heel mooi. Screenshot momentje. Ik denk dat we weer even met z'n allen moeten, dus laten we aftellen en dan met allemaal in koor roepen. 3, 2, 1. Screenshot. Oké, hebben jullie hem? Het worden dadelijk heel veel tips bij elkaar, dus maak hier alvast even een screenshotje van. Super. Oké, die leggen we opzij. Ja. En dan gaan we door met de volgende, denk ik. Jij mag ik. Door met de volgende, zeker. Ik ben helemaal benieuwd. Leuk. Ik heb de eerste laag van de volgende ondergrond al gedaan. En dat is? En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik net heb gedaan. Alleen nu naast elkaar in plaats van schuin. De white is white en de negligé nude. Mooi. Dus deze eerste laag is al 30 seconden geweest. En dan ga ik dat nog een keer herhalen voor de dekking. Ja. Dus dan doe ik nog een keer hetzelfde. De white is white aan de ene kant. Ongeveer tot de helft. Mm-hmm. En ook nu, er komt een design bovenop. Dus hij hoeft helemaal niet zo netjes. Negligé nude begin ik aan de andere kant. En dan ga ik door de whitest white heen. Loop je er overheen. Is er een reden waarom jij met wit begint en daarna de negligé noot? Of nee. Maakt dat niet uit? Nee, voor nu maakt me dat niet zo erg uit. Nee. Oké, eerst eventjes het kwastje weer schoonmaken voordat je hem terug in het flesje doet. Want anders heb je kans dat je wit meeneemt. Dan gaat hij in de lamp, 30 seconden. En ook deze ga ik mat aflakken, denk ik. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi hoor, mat. En we gaan eens wat anders doen dan een bloemetje. Ook wel leuk. Spannend. Ja, dat was trouwens net ook een vraag. Hè. Wat kun je nou nog meer maken met plastigel? Nou ja, mogelijkheden zijn oneindig. Zeker, er hoeven niet per se bloemetjes te zijn. Dat kunnen ook andere dingen zijn. We gaan voor het volgende design een vlinder maken. Ja, leuk. Want jij vindt ook wel, als je bloemetjes kunt maken, dan kun je je volgende stap dan een vlindertje. Zeker. Ja. Ja, en wat eigenlijk niet? Ja, ook dat. Je kunt er zoveel mee. Nou, misschien nog maar eens een live met wat anders gaan bedenken dan. Ja. Bijtjes en... Precies. Ik heb eens een lieveheersbeestje gemaakt. Ook leuk. Ja, heel makkelijk. Ik hou van makkelijk. Nou, ik moet de vlinder is ook helemaal niet zo lastig. Oké, de mat zit alweer in de lamp. Ga ik nog een keer een mengseltje maken. Ik wil wel weer een beetje dat lichtroze. Want het donkere dat heb ik later pas gedaan. Dus voor degenen die hem nog niet hadden gezien, laten we hem nog een keertje mengen. Stel je hebt bijvoorbeeld de wit, dat is de oude substantie, die korrelige. En we hebben van de pastel eentje, die is al wat vloeibaarder van zichzelf. Deze kunnen we heel goed samen mengen. Ja. Dat doe ik met een spatula. Dus ik pak een beetje van de roze. En ik kan hem er best bij doen, want ik had nog een beetje. En dat kunnen we ook gewoon bewaren. Dan pak ik ook een beetje, heel moeilijk te zien misschien, van de wit. Ja. En de wit is echt wat droger. Die doe ik er gewoon bij. Ja, alsof het uitgedroogd is. Lijkt het. Ja. Zou jij nooit dat roze alleen gebruiken? Gewoon enkel? Nou, dan vind ik hem wel heel erg zoetsappig. Het is wel heel leuk. Maar ja, ik vind het toch leuker om kleurtjes met elkaar te mengen, omdat het ook wat unieker is. Ja. Ja, en ik vind die pastels, die als die uitharden zijn, die wat minder strak.
Zijn die wat boller? Ja. Het is juist leuk dat mooie strakke, die strakke randjes eraan. Maar dat is ook smaak, hè? Want het is allebei leuk, hè? Dat maakt niet uit. Oh, dat is een leuke vraag van Sharinda. Zou je ook een Valentijn-design mogen maken voor de inzending? Tuurlijk, leuk. Ja. Vind ik ook leuk. Helemaal nu. Hartstikke leuk. Zoiets heb jij ook gemaakt daar, hè? Ik zag iets roods bij jou. Ja, het was alleen geen hartje. Ik heb wel eens iets gedaan met een hartje met plastic gel, alleen die heb ik niet mee. Ja, maakt niet uit. Je hebt genoeg inspiratie dadelijk voor ons om te laten zien. Zeker. Oké, stel je voor je vindt hem nu toch te stug, dan kun je er altijd nog een beetje matte topgel bij doen. Ik ga er een heel klein beetje bij doen, maar zeker niet te veel. Want voor nu vind ik het wel lekker als die ietsje stug is. Maar dan doe je gewoon een heel klein druppeltje. Stel je hebt alleen de wit, die dus wat korreliger is, dan doe je er gewoon iets meer van je matte topgel bij. Ja. En dan wordt die lekker soepel en is die goed te gebruiken. En ook als je er een topgel bij doet, in dit geval doe je hetzelfde. Dus je pakt hem op, je schept hem om en je plet hem. En zo spaalt hij hem. Zo zorg je er ook voor dat er geen luchtbellen in je plastic gel komen. Nou, dan kan ik met de schuine kant het er weer afschuiven. En zo gebruiken we alles optimaal. Ja, handig hoor, die tool. Ik vind dat je die echt, ja... Voor de plastic gel is die echt heel ideaal, fijn. Ja. Absoluut. Je kunt hem ook makkelijk schoonmaken, dat scheelt ook. Terwijl jij dit aan het mengen was, wel een hele leuke opmerking van Chantal, die wil ik graag eventjes voorlezen, want het is heel herkenbaar. Ik ga ook staan hier in het midden. Dit is heel herkenbaar, want ik heb ook cursussen die deze training natuurlijk dan komen doen. En die zegt, ik heb echt zo'n mega moment. Ik heb vorig jaar op de beurs de witte plastic gel gekocht om te proberen. Nou, ik voel hem aankomen. Daar is het dan ook bij gebleven. Ik heb hem vervloekt, kreeg er geen vorm in, maar nu dat ik hoor dat hij wat korrelig is en gemengd moet worden... even uit de mottenballen trekken en nog een poging wagen. Ja, zeker. Hij gewoon uit je la halen. Ja, je moet en lekker het echt mee weten. Aan de slag. Ja. Ja. Toch een goeie dan, hè, zo Mirjam. Nou, weten ze het. Nou, dit is eigenlijk ook wel weer een product wat misschien... toch ergens in een la of in een kastje staat. Ja. Ik ben ondertussen balletjes aan het maken. Daar wil ik er 4 van. En ook deze hoeven niet helemaal exact dezelfde maat. En doe dit vooral wel lekker met je handschoenen aan. Ja, voor allergieën ook, hè? Ja, zou ik niet zonder handschoenen doen als je het zo rolt in een balletje. Oké. Nou, ik ben benieuwd. De vlinder. Een vlinder. Nou zijn deze wat groter, dus het kan zijn dat hij niet helemaal meteen wil plakken aan je ondergrond. Dan zou je ook een beetje, even zoeken, ja, een beetje van je topgel neer kunnen leggen. Een mat in dit geval. Mm-hmm. En dan plak je daar het bolletje op. Ja, slimmerik. En dan blijft hij ook liggen. Ja. Oké, ik leg ze neer en dan ga ik ze pletten. Je zit ietsje... Oh nee, laat maar, het gaat helemaal goed. Je zat net ietsje met je hoofd voor het design. Maar Wendy heeft hem vanaf de zijkant nu. Je kunt het trouwens wel heel goed zien wat je nu aan het doen bent. Mooi. Helemaal lang maken, uitdrukken als het ware. En ik wil hem wat breder aan de buitenkant. Als ik merk dat mijn penseel begint te plakken, dan doe ik hem gewoon een klein beetje in de prep en wipe. Eventjes af op een nail wipeje en dan ga ik terug naar mijn design. Ja. Hé, hey, en ik wou zeggen Lin, Wen, Mirjam. Wie is het ook alweer? Of was het ook alweer? Ik ben altijd helemaal door de war. Dat gaat allemaal in mijn hoofd door de war. Maakt niet uit. Mijn vraag was, wat je ook wel eens met plastic gel hebt, dat is dus ook een dingetje, is dat hij wel eens wil gaan barsten en breken, terwijl je hem aan het plat duwen bent. Wat is er dan precies aan de hand? Dan denk ik dat hij te droog is. Dus dan zou ik hem er eventjes afhalen en terugmengen met een beetje top. Ja, dus een beetje top er doorheen. Ja. Ja, dat is ook wel een veel voorkomend probleem. Dus je moet echt de juiste verhouding zoeken. Ja. Welk product deed Mirjam er nu door toen het te droog was? Dat is de matte topgel.
Jan Team. Ja, het leuke van de matte topje, als je die mengt, dan is het dus ook zo dat je design niet zo gaat glimmen. Ja. Wat ook leuk kan zijn, maar daar kun je ook weer mee spelen. Chantal zegt, misschien ga ik het dan toch leuk vinden als een verstokte acryle. Ja, ik vind 3D acrylbloemen ook heel leuk om te maken, terwijl ik geen acryle meer ben. Dus het kan allemaal allerlei verschillende kanten op. Het blijven acrylaten, alleen de uithouding en verwerking is net anders. Ja. Ja, het ziet er nou al hartstikke leuk uit. En ik wil er zo meteen nog wat induwen. Nu kan ik ze gewoon eventjes laten liggen om te kijken of dat, ja, of dat ze zo naar mijn zin liggen. Mm-hmm. En omdat het natuurlijk plastic gel is, hebben we daar ook alle tijd voor. Dat is met acryl anders. Dan moeten we toch iets sneller werken. En rekening houden met de uithoudingstijd. Wat prettig kan zijn, maar voor sommigen misschien een beetje te snel. Sommigen vinden de geur van de acryl ook vervelend. Ja. Dan is plastic gel ook echt een uitkomst. Zeker waar. En misschien denken mensen nu van, nou, die opdracht van Pepijn ga ik alsnog een keertje doen hiermee. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan zeker ook, ja. Angelique vraagt of de power gel brush, de double brush hier ook geschikt voor is, Mirjam. Misschien is die toch wel iets te groot, denk ik. Ja, hè? Ja. Dat denk ik zelf ook. Ik kijk jou inderdaad ook even aan. Omdat jij natuurlijk ander soort designs maakt ook. Ja, nee, ik zou zeker voor die hele kleintjes. Misschien dat je het met deze vlinder nog wel redt. Maar voor die kleine bloemetjes, nee. Nee, zou ik toch echt wel een kleine penseel gebruiken. Het is echt heel leuk, denk ik, om dit te maken. Ja, en ook alweer vrij goed te doen, denk ik, op een nagel. Goed te doen, inderdaad. Ja, en je ziet zo langzaam zie je die vleugeltjes zie je vorm krijgen. En ik denk dat ook wel heel leuk is. Dat je dat gewoon inderdaad kan neerleggen zoals je wil. Dat inderdaad dan pas uitharden. Tof. Oké, zoals ik er net heb gedaan bij de bloem hiervoor. Heb ik met de schuine kant van mijn plastic tool erin gesneden. Dat ga ik nu doen, maar dan met de dotting tool. Dus die zit aan de andere kant van de rhinestone picker. Die doe ik eventjes in de prep. En dan ga ik voordat hij in de lamp gaat, daar een beetje gaatjes in maken. Oh ja. En dit is ook heel leuk als je bijvoorbeeld een kanten randje, een kanten stukje wilt maken. Als hij weer gaat plakken, dan doe je hem gewoon eventjes terug in de prep. En dan ga je weer terug naar je design. Anders gaat hij plakken, hè? Ja. Dus als je merkt dat hij plakt, dan... Zoals nu. Ja. Dan doe je hem er even in. Ja. Nou, dat was wel goed dat je het ook even zag gebeuren, zeg maar. En dan pletten we hem gewoon weer even terug. Ja, ja, dat is leuk aan plastic gel natuurlijk, hè. Jansi die zegt, dit lijkt nu zo gemakkelijk. Maar het zal denk ik toch wel een kwestie van oefenen zijn. En ja, Jansi, dat klopt. Maar dat is eigenlijk wel alles. Maar hier kun je heel leuk mee oefenen. Omdat het niet gelijk verpest is. Als het niet gelukt is. Omdat je het gewoon weer opnieuw kan doen. Je propt hem weer bij elkaar. En je begint weer van voren aan. Ja. Totdat je hem uithardt. Zodra je hem uitgehard hebt, dan zit het natuurlijk vast. Nou, ook die gaatjes mogen best een beetje wisselen. De een iets groter, de ander iets kleiner. Op het moment dat hij wat omhoog komt, zoals hier net in het hoekje gebeurde, dan pak ik gewoon even mijn penseel en dan plet ik hem weer eventjes naar beneden. Dat we geen harde stukjes hebben op het moment dat die is uitgehard. Ja, en dit ook dat gaatjes maken en dat platduwen wat je nu doet, dat kan ook heel goed omdat je mengsel al perfect was. Hè? Het is niet te nat, want dan zouden die gaatjes niet houden. Nee. Nee, als die te droog is inderdaad, dan gaat het sneller scheuren. Ja. En je zult ook merken als je te nat werkt. Ik wilde deze nog een beetje opzij, dus die druk ik nog een beetje aan de kant. En dat kan nu heel makkelijk. Ja. Als die te nat is, dan veert het weer heel gemakkelijk terug. Hier gaat zo meteen nog mijn strassteentjes en de sprieten. Dus ik had iets meer ruimte nodig.
Maar goed, dat kan nog allemaal. Ja, dat is zo leuk aan Placidio. Nou, op het moment dat hij dan naar mijn zin is, dan doe ik hem eventjes in de lamp. 10 seconden, 30 seconden, ze hoeven niet zo heel erg lang. Dan zit het vast en dan weet je zeker dat het goed is. Dan ga ik nog wat kleur aanbrengen met bijvoorbeeld een gel polish. Dat kun je doen met gel polish, met de Sweeties, met... Masterpaints? Ja, alleen dan moet je hem wel aflakken, want anders komen je masterpaints eraf. Ja. En bij deze wil ik hem eigenlijk niet aflakken, omdat ik de gaatjes echt open wil houden. Ja, zonde, zonde. Ja. Zeker. Oké. En dat is met gel polish natuurlijk ook wel een beetje. Houd er rekening mee dat als je hem niet aflakt, dat hij slijt natuurlijk altijd een beetje. Dus ik denk dat de Sweeties daar het beste tegen kunnen. Ja, dat blijft gewoon zitten. Hè. Die hebben geen topgel nodig. Nou, Jan die zegt meteen een mooi product om mee te gaan oefenen. In ieder geval. Weer wat voor op mijn willeklijstje. Leuk. Oké, ik ga de gel polish gebruiken. Sheltering Love. Daar heb ik een heel klein beetje van op mijn palet gedaan. De liner white en de liner black. Ja, het waren wel heel leuk die accentjes in die vleugels, zo met die gaatjes. Ja, dat is ook weer eens wat anders. Ja, zeker weten. Oké, dan ga ik hem wat donkerder maken aan het begin. Dus ik ga hier wat kleur neerleggen. Niet te veel. Ook in dit geval, je kunt er altijd weer iets bij doen. Met mijn detailer 3 en dan blend ik het als het ware uit naar boven. En zo kun je dus ook weer kleur geven aan je plastigel. Zeker, dus ook na uitharding kun je het nog inkleuren. Ja. Nou, Lisette en Sheila zijn alvast weer lekker bezig. Want Lisette zegt, oh Sheila, ik heb nu ideeën voor jou, maar ik hou mijn mond dit keer. Oh. Ik ben benieuwd. Waarom ik ben ook reuze benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd. Want Sheila beaamt dat alweer, eigenlijk, wat wij denken. Kap met me hoor, mijn brein loopt over, maar het is allemaal 50 tinten stout. Dus erg benieuwd. Ik zou gewoon witte plastigel en zwarte plastigel gebruiken en daar een soort van tinten grijs van maken. Ja, je kunt er alles mee maken, dus ik ben heel benieuwd. Dat is juist zo gevaarlijk met deze opdracht. Nou, is wel leuk, want Jannie zegt ook gelijk wat leuk is tijd dat ik dit weer eens ga proberen. Het is me nooit gelukt. Nou, ik weet zeker dat jullie met deze live van Mirjam echt wel gaat lukken om... sowieso de bloemetjes te gaan maken, de blaadjes. Probeer je product echt goed te voelen en te begrijpen. En dan kom je al zoveel verder. Want dat is het allemaal. Je moet het product begrijpen. En dan kun je er vaak veel meer mee. Als dat je gewoon maar simpel nadoet wat wij doen. En daar zijn de lives ook voor, toch? En kunnen jullie weer tips en tricks geven. Trek die lades weer eens open, wat er allemaal ligt. Kijk eens wat je allemaal nog in huis hebt. Ja, ik doe dat ook. Mirjam, jij? Ik spreek ook met iedereen mee en alles. En ik zeker. Wil het ook maken allemaal. Ja, zeker. En iedereen heeft toch ook weer zijn eigen tips. Dus Ja, heel leuk. Uiteindelijk ga je voor jezelf kijken wat je het handigste vindt, wat je het lekkerste vindt werken. Dus ja, overal pik je wel weer iets van mee. Ja, zeker waar. Oké, dan de liners. Pak ik weer even mijn rhinestone brush erbij. Dun penseel. Gaat weer wat accenten aanbrengen. Ja, ik ga beginnen met de liner white. En eigenlijk hetzelfde als wat ik al eerder heb gedaan bij de bloemetjes, ga ik de buitenste rondjes een beetje highlighten door er een wit randje langs te trekken. Ja, leuk. Ik denk dat jij zelf dadelijk ook nog wat foto's gaat posten, hè, in de groep van de designtjes die je nu gemaakt hebt. Zeker, ja, leuk. Het is wel leuk om dit toch eventjes op je gemakje gewoon even goed te bekijken als Mirjam een foto heeft gemaakt. Toch wel echt leuk. Dat kun je ook precies zien hoe dun die lijntjes zijn.
Ja, zeker als je werkt met de Line & White, zorg ervoor dat je gewoon niet te veel gebruikt. Hij is heel gepigmenteerd. Ja. Goed je penseel rechtop houden voor die dunne lijntjes. Ja, het zijn niet eens echt lijntjes, het zijn gewoon highlights. Hè? Want sommige mensen die hebben dan de neiging om daar echt een hele lijn omheen te gaan ja, schilderen. Ja, dat hoeft niet. Gewoon... Het is niet erg als je een stukje overslaat. Juist, ja, precies. Dat is juist mooi. Daar gaat het vaak fout, hè? Ja, cool. En we werken maar op een nagel. Ja. Ook van binnenuit wat. Hele dunne streepjes. De een wat langer, de ander wat dikker, wat dunner. Ik ga ook niet allemaal rechtdoor. Ik ga een beetje met de richting van het vleugeltje mee. Dus hier ga ik naar die kant en daar ga ik naar die kant. Ja. Niet speciaal rechte lijnen. Nee. En ik zweef er met mijn penseel overheen dat je echt flinterdunne lijntjes krijgt. Ja, het is echt heel leuk. En het is dadelijk met het lijfje erin. Dan ga je natuurlijk pas echt zien weer wat je dan met hebt die gecreëerd. Steentjes. Ja, ja, op het moment dat je die plaatst, dan wordt het weer wat. Ja, ja okay. Zeker. Wij zien het natuurlijk al zo. Ik pak een iets groter bolletje aan mijn penseel. Mm-hmm. Voor de volsprietjes. Dan druk ik hem neer. Ik duw iets harder op mijn penseel en dan til ik mijn penseel weer op. Dus dan ga ik van een dik bolletje naar een heel dun lijntje. En dat doen we ook aan de andere kant. Ja, ik denk dat jullie deze beter gaan zien op het roze. Ja, inderdaad. Ja. Heel dun. Eigenlijk bijna niet aanrakend. Nee. Ja, mooi. Dan gaat deze weer eventjes in de lamp. En ga jij de rest nou volleggen met steentjes? Eerst nog een klein beetje zwart en dan gaan er steentjes en bouillons nog bij. En dan, ja, dus je maakt eerst een guideline in het midden nog. Ja. Ik ga gewoon lekker naar je kijken wat je gaat doen. Ik ben wel erg benieuwd. Ik ben benieuwd of je die steentjes neer gaat zetten en welk kleur ze gaat gebruiken natuurlijk. Ik heb net niet goed gekeken naar het eindresultaat. Dus. Even mijn penseel schoonmaken. Als je je penseel schoonmaakt, zeker met zo'n dun nail art penseel, doe dit voorzichtig. Want het zijn natuurlijk maar hele kleine fijne haartjes. Dus als je dit doet in de vloeistof voorzichtig en als het je gelpenseel is, rol hem dan ten alle tijde in je gel voordat je hem weer weglegt. Oké, dan ga ik nog wat donkere streepjes zetten voor een leuker effect. Dat doe ik met de liner black. Krijgen we nog een ietsje meer diepte erin. Mag toch wel echt wel aardig wat meer kosten, denk ik, Mirjam. Ja, ook weer hou er rekening mee hoe lang je ergens mee bezig bent. Ja, hè, weer naar je tijd kijken. Ja. Dus eigenlijk is het ideaal als je het nu gaat maken, eigenlijk eerst gaat proberen op de eerste tip. En dat je de tweede tip nog een keer probeert. En dat je de derde tip kijkt van hoe lang ben ik er nou eigenlijk mee bezig. En dat is wat het gaat kosten. Ja, en je hebt lekker geoefend. Ja, maar je eerste duurt eigenlijk altijd wel het langst, omdat je dan nog een beetje aan het zoeken bent. Wat is nou leuk? Wat kan erbij? Ja, Wendy zegt, ik heb natuurlijk hele gesprekken met Wendy, daar hebben jullie helemaal niet in de gaten. Maar ik doe gebaren naar haar en zij praat tegen mij. Maar zij zegt, je kan ook bijvoorbeeld in plaats van 4 vleugels, 2 vleugels doen zo. Zeker, dat je de helft dan ben je pakt. Dan klaar en dat is ook hartstikke leuk. Ja. Ja, zeker weten. Goed idee. Even kijken, de steentjes. Multicolor steentjes ga ik nog in het midden neerzetten. En dat gaat dan het lijfje worden van de vlinder. En ook die zet ik weer vast met de gemstone gel. Nou Mirjam, ik denk dat terwijl jij dat gaat doen, dat wij gewoon eventjes nog een keertje naar de huiswerk, naar de regels toe gaan. Goed idee. En ja, is een goed idee toch? Dan kan jij op je gemak even de steentjes erop zetten. En dan ga ik alvast weer met jullie doornemen wat weer het huiswerk is voor deze fantastisch leuke opdracht van Mirjam. Laten we gaan kijken naar de eerste sheet. Wat moeten jullie precies gaan maken? Screenshot, ja inderdaad. Screenshot, 3, 2, 1, screenshot. Maak 2 keer een serie van 3 designs. Dus dat is in totaal 6 designs. Zoals degene die Mirjam heeft laten zien. Dus maak daar een beetje een keuze in. Er zitten wat regels aan verbonden. Natuurlijk, zoals altijd, heb je weer 1 week de tijd, dus tot 19 februari, om je huiswerk in te sturen. Nou, stuur je huiswerk alleen in via de link die in het album Plastigel staat.
Nou, als je dat niet instuurt op deze manier, dan ontvang je ook geen certificaat. Dus niet vergeten. Nou, mochten er dan nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op en krijg je nog een herkansing. En vergeet ook niet je step-by-step te maken, de step-by-steps te maken van de foto's van je huiswerk. En het mee in te sturen natuurlijk. Als je ongeveer 3. Als je ongeveer 3 foto's instuurt van step-by-steps, dan is dat echt wel voldoende. Zodat wij kunnen zien dat jij dat ook zelf gemaakt hebt. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat jullie allemaal gaan maken. Want daarna mogen jullie hem ook op de groep Nail Talk Live plaatsen. Om dat op die manier met ons te delen. Hou er wel even rekening mee dat als je bent geslaagd, het ongeveer nog een week of 1-2 kan duren voordat je uiteindelijk je digitale certificaat in de mail ontvangt. Dat komt omdat we eigenlijk altijd een beetje wachten totdat iedereen zijn herkansing heeft gedaan, totdat alles afgerond is en geregeld is. En daar krijgen jullie echt kans voor. Maar we wachten totdat dat gedaan is en dan sturen we in één keer al die certificaten. Dus dat is de ene keer misschien wat sneller dan de andere keer. Dat kan, maar maak je er geen zorgen over. Dat komt helemaal goed. Nou, laten we eens even kijken wat je kunt gaan winnen als jij misschien winnaar wordt van de workshop van Mirjam. Nou, 6 potjes Plastigel is natuurlijk superleuk. De Plastigel Tool en het Ultra Designer Penseel, dat zijn natuurlijk echt 2 must-haves om hiermee aan de slag te gaan. Daarachter is de paletbox waarin je kleurtjes kunt mengen en bewaren. Die kun je eigenlijk als je donker bewaart en op de juiste temperatuur eigenlijk ja, een soort van forever goed kan houden. Nou, echt heel erg lang. Die bakjes kun je ook uitnemen. Dat is heel erg leuk en makkelijk. Ja, ik denk dat dit allemaal een beetje is. Oh ja, de mooiste prijs winnen jullie natuurlijk allemaal als je goed je best doet. En dat is het certificaat. Dus ga voor het certificaat. En wie weet krijg jij de prijs. You never know. Laten we eens even kijken. We gaan gelijk eens even kijken wat er nog meer op het programma staat voor aankomende periode. Dat is maandag allereerst Aletta op 15 februari met Stained Glass Designs. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik ben benieuwd of ze wel of geen stempelplaat gebruikt. Ja, dat is de enige vraag waar ik mee zit. Wel heel erg leuk. Ik denk dat ze glasjes gaat gebruiken. Ik neem dat gewoon aan. Ik ga in ieder geval kijken, maar ik denk dat het wel weer voor jullie, voor iedereen heel erg leuk is om te doen. Dus zorg dat je erbij bent. Op dinsdag hebben we wat bijzonders. Want dan hebben we Michelle natuurlijk met de tipboxwedstrijd Summer Party. Die is gecanceld verleden week door het slechte weer. Maar nu dus dinsdag 16 februari voor ons te zien. Hier weer live vanuit studio. En ze gaat jullie vertellen hoe jullie een tipbox in elkaar kunnen zetten. Nou, als je er nou voor slaagt, dan is het misschien ook heel erg leuk om een keer daadwerkelijk aan een tipboxwedstrijd mee te doen. Zoals die van ons. Je kunt dat dus overal kun je er dus aan mee gaan doen. Dat is de eerste bij ons geweest waar jij het ook gelijk hebt geleerd hoe je dat moet doen. Dus dat is sowieso dubbel win-win. Het is sowieso een wedstrijd. Daarom, ik ben benieuwd wat jullie gaan maken. Jullie hebben daar wel iets langere tijd voor dan de andere workshops, dus maak je geen zorgen. Nou, deze 2 zijn natuurlijk alvast leuk om mee te beginnen. En daarna gaan we vrolijk verder met op woensdag 17 februari, ik dacht ik weet het uit mijn hoofd. Woensdag 17 februari, Cheryl. En die gaat jullie Simplicity Salon Art laten zien. Nou, als ik aan Simplicity en Salon Art denk, dan denk ik aan art. Ja, mooi, strak, redelijk snel te maken. In ieder geval iets waar je goed aan kunt verdienen. En heel fijn kan gaan toepassen in de salon bij jou. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik kan me er niet echt alles bij voorstellen, maar we zullen zien. We gaan verder op vrijdag 19 februari met Anjo en die gaat ons Mixed Art Techniques laten zien. Nou, dat zijn allerlei verschillende technieken die je kunt leren, die je kunt gebruiken in de salon, samengevoegd tot ja, eigenlijk één grote techniek waarin we heel veel verschillende dingen gaan zien van verschillende producten die zij gaat gebruiken om de mooiste art te maken. Dus ze gaat heel veel verschillende techniekjes laten zien. Dat wordt dus een hele spannende, belangrijke. En ik zou zorgen dat ik pen en papier in de buurt heb. Dus dat lijkt me handig. Laten we doorgaan naar de volgende sheet. Op maandag 22 februari is Sylvana hier zo met XXL strass. Nou, strass voor op lange nagels, lekker extreem, hoog opgebouwd. Ja, ze gaat tips en tricks geven hoe je die goed vast kunt zetten en hoe je zelf sieraden kunt creëren door bijvoorbeeld het gebruik van rhinestones, maar ook nog veel meer andere producten.
Als Sylvana is geweest, gaan we op woensdag 24 februari weer door met Michelle Taribuka. En die gaat ons extreme nail laten zien, extreme nagel. Nou, buiten de extreme nail art die ze maakt, kan zij ook mooi extreme vormen maken. Net als mij ook echt een techniekfreak. En zij gaat laten zien wat ondraagbaar is, maar super leuk om te maken. Dus offer daar gewoon lekker eventjes nageltje voor op. En doe gewoon lekker mee. Dus het wordt leuke, interessante. De volgende op rij is onze vriendin, vrijdag 26 februari weer, Jessica Padberg met Enchanted Stamping Art. Ze gaat stempelplaten gebruiken, hartstikke leuk natuurlijk. En Jessica weet als geen ander hoe ze kan variëren met stempelplaten. Dus ook op deze manier wordt het weer net een beetje anders. Enchanted, ja, als ik Enchanted zeg, dan denk ik aan een bepaald product. Nou ja, ik weet het niet. Laten we dat gaan bekijken. Het wordt net weer even anders. Misschien een beetje niet yes of wel yes, ik weet het niet. We zullen zien. En de laatste op het rijtje is maandag op 1 maart, Gino Haan. En hij gaat ons zijn one-stroke technieken laten zien. Dat gaat hij doen met masterpaints. One-stroke is wel een techniek die bij uitstek heel mooi te maken is met masterpaints, dus met verf. Ik zou het zeker gaan oefenen en niet gelijk insturen. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle designs. Maar vooral one-stroke, weet ik, is oefenen, 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 oefenen. En dan doe je allerlaatste tipjes. Dat zijn degenen waarvan je denkt van ja, nu is het eindelijk gelukt. Voor one-stroke moet je heel veel geduld hebben. Maar Gino gaat jullie er nog veel meer over vertellen. Dus op die eerste maart, februari, ik weet het niet meer, maakt niet uit. Maar jullie hebben de screenshot gemaakt. Maart hoor ik inderdaad in mijn oor. Dat was het hele rijtje weer. Ik ga even een slokje drinken nemen, terwijl we doorgaan naar Mirjam, die het eindresultaat heeft van haar vlinder. Tada, daar is die. Ik heb die andere er ook nog eventjes bij gelegd. Ja, super cool. Mooi. Jullie kunnen nog gelijk screenshotten, mensen. In 3, 2, 1. Screenshot. Oké, ik hoop dat jullie hem hebben. Ik zal eens in de tussentijd kijken of er... er zijn wat reacties geweest, maar die heb ik even niet meer bijgehouden. Ja, supermooi Mirjam. En je had nog een design voor ons, toch? Zullen we er nog eentje doen? Oh. Hebben we daar nog tijd voor? Ja. We doen er nog één. Laten we maar doen. Ik vind het heel erg mooi, die vlinder. Dank je wel. Oké, die doen we aan de kant. Ik heb wel eventjes nog voor de vlinder. De eerste die heb ik nog een lijntje omheen gezet. Bij deze heb ik snel wat stippeltjes, maar je kunt hem natuurlijk nog verder uitwerken, verder netjes maken. Mooi, je krijgt allerlei hartjes en prachtig. Oh, wat lief. Superleuk. Ja, leuk hè? Oké, we doen er nog eentje. Ik heb deze al kant en klaar. Een roosje. Prachtig. Voor de ondergrond heb ik hem alvast voorbereid. Dus we hebben de kleur Sheltering Love Gel Polish. Die heb ik gelakt, in de lamp gedaan, in de plaklaag de Chameleon Flakes en daarna weer mat afgelakt. Cool. Chameleon Flakes is een optie. Daarbovenop gaan we de stempel doen. Dus je kunt het met en zonder doen wat je leuk vindt. Deze heb ik ook in het blauw. Stempel? Daar zit een stempel. Oh. Ja, deze heb ik in blauw ook met een stempel. Mooi. En wat? Ja, leuk. Dat is ook mooi. Kleinere versie. Cool. En een wat grotere versie, grotere stempels. Mooi. En dit is eigenlijk de bedoeling van het huiswerk. Dus 2x3 was het, geloof ik. En dan zijn dit 3. En dan net allemaal eventjes anders. Dus dan hebben jullie een beetje een idee. En echt in een setje, hè Mirjam? Dus in een setje, ja. Kleur moet een beetje matchen, moet over nagedacht zijn. Ja, dat zou ik wel echt heel leuk vinden om te zien. Oké, even terug naar deze. Dus voor de ondergrond, Sheltering Love Gel Polish. In de plaklaag de Chameleon Flakes. Die hebben we in 5 kleurtjes, dus je kunt gewoon zelf kiezen. En dan mat afgelakt. En hier ga ik een stempel opzetten. Ja, leuk Mirjam. Mag ik wat vragen ook tussendoor? Tuurlijk. Leuk met die stempel erbij. Ik dacht, dat heb je helemaal met de hand geschilderd. Had gekund, maar stempelen is dan wel heel makkelijk. Makkelijk, ja. En het wordt ook allemaal hetzelfde. Ik heb een vraagje van Naomi en ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar even voor meer mensen die er misschien ook met die vraag zitten. Mm-hmm. Mag je ook nog meer de hoogte in werken? Dus een echte helemaal een bloem of vlinder van alle kanten in 3D, 4D of hoeveel D het ook is. Tuurlijk. Snap je nog wat ik bedoel? Ja? Ja, leuk. Ik heb het wat platter gehouden. De design is echt wat flat design. Maar laat zien. Ik ben reuze benieuwd. Tuurlijk mag dat. Misschien is het alvast een voorproefje voor de... Voor de next level? Voor de tipbox. Oh, ja, ook. Dus ik zou vooral goed kijken. Raymond zegt prachtig mop. Ah, wat lief. Nou, dat is toch altijd wel fijn om even te horen. Ik heb altijd een trouwe kijker. Ja, hè? Oké, ik moet even goed opletten dat ik mijn stempel redelijk in het midden hou. Ja, ik ga het hiermee doen.
Die maken we natuurlijk even schoon. Lakje weer dicht. Oké, datgene wat ik er niet op wil hebben, dat haal ik er eventjes af. Dat kun je doen bijvoorbeeld met een nail polish corrector pen. Je plaatje schoonmaken met aceton. Je kaartje, je kussen niet. Doe dat op een kledingroller. Ik heb nu gestempeld met lak, dus dan moeten we wat sneller stempelen. Dus dat is insmeren, schrapen, stempel, stempel. Even kijken, ik heb wel een polish corrector pen. Vraag je tussendoor van Roelien, misschien heb ik het gemist hoor, maar hoef je de designs niet af te lakken met topgel? Ze zijn mat afgelakt, dus daarna hoeft het niet meer. Maar stel je wilt het glanzend, vind je dat leuk, dan kun je er altijd nog omheen met een topgel. Dan zou ik wel voorzichtig zijn bij design. Dus om je design heen, want dan hou je het mooiste 3D-effect. Ja. En dan zou ik bijvoorbeeld met je detailer 3 erlangs schilderen. Dus dat je niet te dik tegen de zijkanten van je bloem aanzet. Ja, nooit eroverheen, hè? Nee, niet eroverheen, nee. Want dan loopt je design vol en dan heb je niet echt meer een 3D-effect. Ja, helemaal mee eens. Oké, dit zit erop. Ik ga hem wel weer eerst even mat aflakken, zodat er niks met mijn stempel kan gebeuren. Want we gaan natuurlijk de bloemetjes, de blaadjes maken en dan gaan we dat modelleren met een penseel wat in de prep is geweest. Leuk effect. Ja, de stempelplaat is de... Oh ja. Ik doe het even uit mijn hoofd. Lace. Vintage lace, ja? Vintage lace volgens mij, ja. Ja. Ja, als je hem op deze manier gebruikt, dan lijkt hij echt zo koninklijk. Dat is echt, ja. Echt heel mooi, ja. Ja, leuk. Met die kleur ook op de ondergrond en die chameleon flakes erin. Zo zie je dat als de ene stempel gebruikt het heel anders eruit kan zien dan als de andere de stempelplaat gebruikt. Dat is gewoon een manier waarop jij dat interpreteert weer op die nagel. Het is echt leuk om te zien. Zo hebben we allemaal onze tips en tricks. Ja, zeker. Even spieken. Ik denk dat ik de lichte roze weer ga gebruiken. En dan ga ik zo nog wel even iets maken voor groen. Nou, nu weet ik zeker dat er ook niks meer met mijn stempel kan gebeuren. Dus dan kunnen we aan de slag met de blaadjes. Ik zal er een roosje ook van maken. Dat is ook weer eventjes een ander bloemetje. Ja, mooi deze ook. Dat is de moeilijkste wel volgens mij, hè? Als je hem eenmaal door hebt, dan is het wel goed te doen. Ik maak er wat langere sliertjes van. En zet de eerste ook wat verder uit elkaar, want we gaan van buiten naar binnen werken. Pepijn zei net ook nog even tussendoor prachtig, dus dit zit stiekem mee te spieken. Leuk. En ik zie net een pluk van je haar. Ja, zo is beter. Goed, ja? Ja, het is goed, is goed. Was maar heel even. Lisette zegt nee, geen roze meer, Jan. Sorry. Meer roze. Hey hoor, mooi. Ja, jullie kunnen natuurlijk ook gewoon variëren met de kleurtjes. Ja. Ik heb ook nog... Hier een andere roos. Deze heb ik ook wat verder opgebouwd, dus misschien is het leuk. Ik zal hem zo meteen nog een keer in beeld doen. Ja, mooi. Voor een screenshot. Echt prachtig. Die zijn ook wat hoger opgebouwd. En ook in andere kleurtjes. Oké, deze moet ik tussendoor dan wel eventjes wat vaker uitharden, omdat je het roosje ook meer gaat stapelen. Ik leg hem van wat dikker naar dun. Mm-hmm. En hier is hij ook wat dikker naar dun. En mag ik hem vanaf de zijkant nog eens zien, Wendy? Heel plat. Ah, daar komt Wendy al. Ja, het is echt super plat, hè? Echt heel plat. Ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Ja, dankjewel. We hebben een beetje een idee, hè? Hij gaat heel eventjes in de lamp. 10 seconden is genoeg en dan gaan we door met de volgende. Omdat ze zo dun en zo plat zijn, kan dat ook gewoon. Dus dat is goed. Of onder de zaklamp. Of onder het lampje, natuurlijk. Ja. Ik heb hem alweer netjes teruggezet. Ja, ik zag het. Daarnet stond hij naast me, dan viel het beter op. Ik denk er ook niet aan, hoor. Het is zo makkelijk. Eigenlijk moet je gewoon je lamp uitzetten. En ik heb weer een kuif. Oh nee, zo zie ik het goed. En die leg je er eigenlijk middenin. Ja, het wordt een beetje bouwsteensgewijs. Dus deze zet ik zeg maar weer dan daartussen. Ja. En ook weer met het zijkantje van mijn penseel ga ik hem duwen, pletten. Ja, en uitkijken dat je hem dan niet gelijk
geduwd met het onderste blaadje. Hij moet er wel op blijven liggen. Nee, hij moet er inderdaad wel op blijven. Dus ik duw hem ook vanaf de andere kant, zoals je nu ziet. Ja, ja, dat hij er overheen gaat. Nou, en ga ruimte bewaren. Het zijn hele kleine beetjes, hele kleine bolletjes. Lampje. Jee. Ja, ik ben hem speciaal gaan halen net. Ik voel zo mij handig. Weer zoals Pepijn, dat op en neer geloopt. Oké, volgende. Hoe verder ik naar binnen kom, hoe kleiner ze ook worden. Dus de hoeveelheden plastigel die ik pak, wordt steeds kleiner. En ook deze zet ik er dan weer tegenover. Dus weer bouwsteensgewijs. Ja. Twee aan iedere kant, één. Misschien kun je er dadelijk een nailwipeje naast leggen. Dan laatst zeiden mensen ook, als je een nailwipeje ernaast legt, dan zie je hoe klein dit is. Dat mensen dan precies weten hoe groot een nailwipeje is. Ja. Dus het is wel een heel groot nailwipeje, ja. Dus dan zie je... Nee, en mensen, dit is geen brushwipe. Het is echt, een nailwipeje. Ja, dus zo kun je precies zien hoe klein dit eigenlijk is. Het verkleint onmiddellijk nu op beeld. Ja, het is super dat we zo goed kunnen inzoomen, zodat jullie het echt goed kunnen zien. Maar inderdaad, als je een nailwipeje ernaast legt, dan wordt het heel realistisch. Ja, dan zie je hoe tricky het eigenlijk is, hè, dat inzoomen. Oké, voor nu ga ik er niet nog eentje doen. Ik ga een bolletje maken. Leuk hoor, dit. Prachtig. Voor het hartje maak ik een... Nou ja, klein balletje. Sheila zegt, yes, perfect dit. Deze plet ik in het midden, niet te plat. Dan pak ik het puntje van de plastigel tool. Die maak ik even schoon in de prep, dat ik echt een schoon puntje heb. Dan zet ik hem er rechtop in. Ja. Opletten dat ik hem goed kan laten zien. Oh, je mag je wipeje straks weghalen, schat. Oh, je laatste blaadje. En dan drukken we daar een gaatje in. Leuk, hè? Je kunt hem altijd nog een klein beetje verder uitduwen. Platter maken. Ja. Fijn, hè, lampje? Oh, dat gaat ineens meteen weer sneller. Ja, ja, precies. Ja, het werkt echt, hè. Ja, het is even wennen ook, hoor. Ja, en vooral dat plastigel, ja. Met plastigel moet je ook echt super goed uitkijken dat je dat echt niet te dicht naast je lamp zet. Want hij heeft maar een beetje licht nodig en je kunt er gelijk niks meer mee doen. Het is echt ja, heel kwetsbaar eigenlijk op licht. Oké, ik ga er nog wat blaadjes buiten doen. Dan ga ik ook weer van buiten naar binnen werken. Dus als de buitenste weer wat groter moeten zijn, dan pak ik weer wat grotere hoeveelheden plastigel. Het blijft natuurlijk minimaal. Ja. En die plet ik vervolgens met mijn penseel. Leuk dat rode eronder is, dat een beetje doorschijnt daar. Ja. Mooi effect. Krijg je wat meer diepte. Ja. Dat kun je natuurlijk ook weer, dat heb ik later nog ook gedaan met, nou ja, of weer de gel polish of de sweeties. Je kunt altijd aan de gang met schaduwen. Ja. Toch vind ik dit ook een hele mooie bruidsnagel, ook al is die niet nude of wit. Of zeker, French. Ja. Hoi, chic. Nou, de willeklijstjes zijn aan het groeien, zegt Chantal. Oh ja. Mijn willeklijstje wordt veel te lang. Ja. Echt, ik snap het zo goed. Maar ja. Daarom is het ook een willeklijstje. Daar kun je altijd nog even op terugkijken. En het hoeft niet in één keer. Het mag ook niet in kan ook in etappes. Sparen, ja. Klik en klaar. Ja, heel romantisch, mooi hoor. Jan die zegt inderdaad vreselijk gewoon, hè, maar wij zijn gewoon met een heel leuk vak bezig. Dat, ja, dat is ook zo. Maar dat is ook wel weer een beetje het gevaar, want het is wel ons vak, maar tegelijkertijd is ook onze passie en onze hobby. En vergeten wij wel eens dat het een vak is eigenlijk. Dat is onze valkuil. Wij vinden het gewoon heel leuk.
Ja, en dat is natuurlijk super dat we het leuk vinden. Maar het blijft wel ons werk. Het blijft wel ons vak. Ja, ja, inderdaad. Even kijken. Nou, ik moet even een beetje groen maken. Oh, je gaat nu groen creëren met je plastietjels. Ja, want als ik deze groen nu gewoon een pastelgroen zou pakken, dat vind ik niet zo leuk. Beetje gek, hè? Dat wordt een beetje gek bij dit design. Mm-hmm. Dus kijk even wat je wil. Wil je hem wat donkerder? Wil je hem wat lichter? Ja. En dan zag ik geel staan. Ja, ik vind het altijd wel leuk om er wat geel bij te doen. Tot aan een natuurlijke bladkleur. Ja. En je kunt er bijvoorbeeld nu voor kiezen je blaadjes wat lichter te laten. En hem dan zometeen wat donkerder te maken met bijvoorbeeld gel polish of de sweeties weer. Ja. Nou, ik ben hem nu weer aan het mengen met een pastel. Dus dat is de substantie die ietsje vloeibaarder is. En de geel, dat is de substantie die weer wat korreliger is. Ja. Dus vind je hem dan nog te korrelig, kun je er altijd een beetje van je matte topgel bij doen. Ja. Je kunt er ook groen doorheen doen als je hem weer donkerder wil, omdat die groen heel donker is. Ja, als je hem donkerder wil maken, ja. Ja. Dus kun je echt kiezen. Ja, je kan echt leuke mengseltjes maken. Zo zijn die eerste denk ik ook echt wel bedoeld. Want eigenlijk, over het algemeen genomen, als je nu die eerste plastigels ziet, dat zijn best wel bijzondere kleuren. Maar je ziet zoals Mirjam ze gebruikt, net zoals die burgundy, die is echt wel heel donker. Terwijl als ze door dat roze heen doet, dan maakt dat roze wel weer net eventjes echt een toffe kleur. Dus die moet je echt gebruiken om te mengen. Ja, ben ik echt mee eens. Wauw, tof die kleur. Ja, zo knalt hij er echt lekker vanaf. Ja. Dus dan wordt dat meteen je highlight op het moment dat je hem donkerder gaat maken in het midden. En dat kun je echt heel makkelijk doen door de gel aan toe te voegen later. Oké, ik plet hem een beetje in een bolletje. En dan maak ik hem in een puntje dat we een groen blaadje erbij krijgen. Ook de een weer iets groter, de ander weer iets kleiner. Hij is wat dieper aan de binnenkant, is wat platter, daar geef ik iets meer druk. En aan de buitenkant hebben we een beetje een opstaand randje. Eventjes vastzetten. Je gaat het nog leuk vinden, hè, met dat lampje dadelijk. Ja. Ja, dus de vorm is wel weer anders, hè? Dat is dus weer niet het blaadje, maar niet het blad van het bloemetje. Nee, deze zijn echt in een puntje. Puntje. Dus dan duw ik hem ook aan de buitenkant met een strak penseel in een puntje. En maak ze niet allemaal even groot, want dan wordt het design ook erg statisch. Nou, deze haal ik even uit. Ik zal er nu niet nog meer blaadjes op zetten. Ik ga je daar de lowlights of de donkere stukjes nog eventjes laten zien. En ik ga er nog een glittertje aan toevoegen. Nou ja, ik heb de kleur gel polish nog op mijn palet liggen, dus ik pak mijn detailer 3 erbij op het moment dat ik die aan de binnenkant van mijn roosje zet. Oh ja, dan krijg je meteen diepte erin. Ja, dat is natuurlijk gewoon dezelfde kleur. Toch. Wil je wat donkerder, kun je ook nog een beetje liner black eraan toevoegen. En dit kun je ook heel makkelijk doen met je groene blaadjes. Dan pak je een groene kleur, een donkerdere kleur. Ja. En die zet je dan aan de binnenkant van je bloemblaadjes, van de groene blaadjes. Ja, je pakt gewoon de kleur van je ondergrond. Ja, het is gewoon hartstikke slim. En je kan het eventueel ook blenden met een beetje matte top dan, Mirjam? Of ja, dan een beetje matte top. Als je te veel hebt, dan doe je eventjes je penseel weer in de matte top. En dan blend je hem verder uit. Ja, mooi. Zo kun je dus de schaduwen erin maken. Ja, leuk. Ik heb bij de blauwe
designtjes heb ik een mengsel gemaakt met pigmenten. Dus bijvoorbeeld een pigmentje gemixt met de base en top of de top gel, omdat we hem nu zou ik de Supreme Finish pakken. Dan heb je meteen dat hij als top gel is. Ja, leuk. En ik zag ook de Enchanted Colors weer voorbij komen, waar Jessica binnenkort mee gaat werken. En daar kun je dit ook echt heel erg goed mee doen. Die had ik voor dit design gebruikt. Ja, die hebben we natuurlijk in twee kitjes. En dan vond ik deze wel leuk bij dit design. Die kun je aan de buitenkant van je roosje doen. Dus dat je daar ook met een glittertje wat highlights doet. En zoals ik heb gedaan, de streepjes naar binnen met steentjes. Ja, mooi. Nou ja, zo kun je ook weer leuk daarmee variëren. Ja, je kunt hem helemaal uitbouwen, hè? Ja. Leuk hoor. Daarvoor gebruik ik dan mijn Frush penseel bijvoorbeeld, een lang penseel. Pepijn's Choice is ook een fijn penseel om hiervoor te gebruiken. Gemma en Sheila zijn leuk aan het kletsen met elkaar. Oh. Dus ik zit even te kijken of ik het voor kon lezen. Maar Gemma zegt, Natasja Rijn, tegen Natasja, in Almere heb ik 14 maart een krullenles van Mirjam. Die had ik gewonnen. Ja. Ja, hopen dat die door kan gaan natuurlijk. Hè. Oh, ik hoop het ook zo. Ja, dat is echt leuk. Nou, daarvoor is een heel gesprek naar boven, wat zo lang is. Dus daar ga ik niks van voorlezen hoor. Dat mag jij doen dadelijk. Ik lekker ga als je allemaal thuis lezen, ben. Ja. Nou, Chantal heeft heel veel gehad van de wederhelft voor de verjaardag. Ze heeft zich getrakteerd op de Aqua Colors, dus nou, dat hartstikke is hartstikke leuk. Ja. Dat is natuurlijk leuk. Ook leuk, hè? Om jezelf inderdaad, als je dan graag dit soort spulletjes ook wil hebben, om het inderdaad cadeau te op je verlanglijstje, je cadeaulijstje neer je te zetten. Je wil-ik-lijst. Ja, je wil-ik-lijst doorsturen. Ja, echt, hè? Gewoon echt register, gewoon naar iedereen. En Samantha zegt, ik wil ook les van Mirjam. Samantha Phoenix Hermans. Ja, die komt voor de allround en die hebben we nu inderdaad ook al een paar keer moeten opschuiven. Ja, zo jammer. Ja, ik hoop echt zo van, nou ja, voor iedereen natuurlijk, hè. We doen dit natuurlijk om jullie gewoon lekker gemotiveerd te houden. Want er is niks leukers dan hiermee bezig te zijn. Maar het is nog veel leuker als we allemaal gewoon weer in real life met elkaar kunnen gaan zitten. Nou, ben ik helemaal met je eens, 100%. Ja. Nou, eigenlijk is het voor de rest nog verder uitbouwen met strassteentjes. Nou had ik daar natuurlijk al een voorbeeldje van. Dus je kunt er dan nog strassteentjes bij doen. Je kunt hem nog verder opleuken, donkerder maken, lichter maken, et cetera. Je kunt er eigenlijk nog een heleboel mee. Ja, mooi. Ja, leuk hoor. En weer als een accentnagel natuurlijk, hè? Ja, zeker. Dit is leuk om dan de rest donker te doen. Eventueel nog wat chameleon flakes op een pinkje erbij te zetten. Ja, of een leuk. Middelvinger. En dan design op je ringvinger bijvoorbeeld. Ja, heel erg leuk. En de prijs vind ik denk ik ook wel weer lekker omhoog schroeven natuurlijk. Je bent aan het stempelen geweest. Je bent met je roosje bezig geweest. Natuurlijk een 3D design. Dus ja, het is best wel gecompliceerd eigenlijk voor ons om te maken. We hebben er veel spullen voor nodig. Dus ik zou weer gaan kijken hoeveel tijd heb ik ervoor nodig. Bereken dat voor jezelf en zet het alvast op je tipje erbij. Dat kun je nu natuurlijk hartstikke mooi doen. Heb je hele mooie nail art die je kunt gaan maken. Nou, ik zou het lekker gaan prijzen. Gaan nummeren, wou ik zeggen. Maar gaan prijzen. Is leuk. Maar Mirjam, zou jij wat voor mij willen doen? Zeker. Even alles wat je hebt gemaakt, tenminste, wat je kan tentoonstellen, is even mooi neerleggen, zodat we een screenshot kunnen gaan maken met z'n allen. Ik was al aan het zoeken. Ik heb alles dan wat af is, leg ik neer, zodat jullie daarvan een screenshot van kunnen maken. Ik heb ook nog een aantal andere, dus misschien is het wel leuk om die ook in beeld te leggen. Ja, even. Leuk hoor. Leg maar wat verschillende neer. Wou je uitzoomen misschien? Sorry. Mirjam, het maakt mij niet uit wat het handigste vraag is. Vraag van Wendy, wil je ze allemaal neerleggen? Zal ik ze omste beurt doen, dat we omste beurt screenshots maken? Of alles in één keer in beeld handiger? Oké. Het maakt voor Wendy zoom maar in, doen we ze omste beurt. Oké, meiden. Het is denk ik even heel belangrijk dat jullie nu goed naar het beeld gaan kijken. Mirjam gaat... screenshot moment. Mirjam gaat stuk voor stuk haar tipjes neerleggen voor jullie screenshot moment. Natuurlijk hartstikke leuk, want daar kun je natuurlijk onwijs leuk je inspiratie uithalen. Let erop, 2 setjes van 3. We gaan kijken hoe ver Mirjam is. Dit zijn degenen die we vandaag hebben gemaakt. Nou, cool. Met z'n allen, 3,
2, 1. En screenshot. Screenshot. Ja, hebben jullie hem? Zo niet. Dan is het jammer, want hier komen de volgende. Oké, dit is dus de opdracht voor het huiswerk. Ja. Setjes van 3. En dan hetzelfde idee, maar allemaal weer net even anders. Maar het moet wel met elkaar in harmonie zijn. Precies. Oké, met z'n allen komt weer. 3, 2, 1. Screenshot. Deze draai ik nog Wendy even om. Wendy doet heel hard mee hoor. Oh, aan de andere kant dan hebben we er nog één. Ja, prachtig dit. Echt, je kunt goed zien hoe je de blaadjes ingeduwd hebt. Met z'n allen. 3, 2, 1. Screenshot. Volgens mij gil ik echt hard. Oké, ik had nog wat roze variantjes. Ja, heel stil houden. Dan blijft hij scherp. Mooi met die parels erbij. Leuke inspiratie dit ook, mensen. 3, 2, 1. Screenshot. Ja, er komen er nog veel meer. Nog eentje met wat kleinere designtjes. Ah, is ook heel mooi. Heel schattig. Leuk. Snel toe te passen ook in de salon. Ja, dit is leuk voor op je klanten, hè? Ja. Ook op een korte nagel makkelijk te doen. Zeker leuk, ja. Met z'n allen. 3, 2, 1. Screenshot. In de tussentijd zie ik heel veel hartjes door het beeld heen komen. Oké, okay, en dus de laatste die ik jullie vandaag wil laten zien, dat is dan echt wel wat uitgebreider. Hier ben je ook echt wel iets langer bezig. Heel en deze mooi. Zijn wat meer opgebouwd. Maar allemaal wel de technieken die jij ons wel vandaag hebt geleerd, hè? Precies, dus ik zou zeggen, ik hoop dat dit voor jullie weer inspiratie is. En inderdaad, en een uitdaging. Ja, deze zijn trouwens ook glanzend. Ja, tof, mooi. Op een glanzende ondergrond, hè? Ja. Tof. Met z'n allen. 3, 2, 1. Een screenshot. Ja, de laatste. Mooi. Mooi, Mirjam. Dat was hem. Ja, heel erg mooi. Nou ja, ik heb heel erg genoten van vandaag. Ik vond het zo leuk. Ik ben echt gek op plastic gel. Ik vind het echt heel erg tof. Ik hoop dat jullie er ook hartstikke van genoten hebben. En ja, ik wil eerst eventjes terug naar Mirjam. Zodat zij misschien nog wat leuks tegen jullie kan zeggen. Om jullie hart onder de riem te steken. Om het toch te gaan proberen. Mirjam, je mag iedereen nog even gedag zeggen als je dat leuk vindt. Zeker leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. En ook voor degene die hem nog terug gaan kijken. Heel veel succes. Of met de plastic gel of met de acryl. Ik ben reus benieuwd naar jullie designs. En ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb met mijn tips en tricks voor vandaag. Nou Mirjam, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ik ben sowieso heel erg geïnspireerd. En ik weet zeker dat jullie dat thuis ook zijn. En geloof me, dit is echt te doen. Maar goed naar de live kijken. Goed naar de tips en tricks luisteren. En stuur lekker je huiswerk in. Nou, mocht er eventueel nog iets te verbeteren zijn, dan krijg je daarvoor bericht van Mirjam zelf. Nou, ben je nou gewoon gelijk geslaagd, dan wordt dat allang op kantoor geregeld. Door Wendy en Linda of mij. Dat weet ik niet. Het ligt er maar net aan wie er is. En wij weten ook hoe de opdracht gedaan moet worden. Dus ben je geslaagd en anders gaat Mirjam jou verder helpen. Nou, ik vond het hartstikke leuk vandaag. Ik heb ervan genoten. Wendy achter de knoppen, hartstikke bedankt lieve schat voor het meekletsen in mijn oor en voor het meeschreven dat er een screenshot gemaakt moet worden. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een heerlijk weekend hebben en misschien dat jullie in het weekend al lekker kunnen gaan beginnen met de opdracht. En nou ja, maandag zijn jullie er denk ik allemaal weer bij met de huiswerkopdracht, met de live van Aletta. Ik ga jullie daar zien. En ik heb er eigenlijk helemaal niks meer aan toe te voegen. Dus laten we gaan kijken naar de reclame van de Cat Eye Gel Polish, deel 2. Bye.